Ik open de vergadering van de parlementaire enquêtecommissie VIRA. Heet u allen van harte welkom. Ook iedereen die vanaf een andere plaats dit verhoor volgt. En ik vraag de gevierde getuigen binnen te leiden. Goedemorgen, meneer Liefting. Goedemorgen. U wordt vandaag gehoord als getuige. En als getuige bent u verplicht de waarheid te spreken. Daarom zal ik u beëdigen voordat we met het verhoor beginnen. En dan vraag ik u met de eed te bevestigen dat u de gehele waarheid en niets dan de waarheid zult spreken. Wilt u met mij gaan staan? Wilt u de twee voorste vingers van uw rechterhand opsteken en mij nazeggen? Sorry. Prima, doet u rustig. En mij nazeggen, zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Dank u wel. Meneer Liefting, u was vanaf 2006 zes jaar de projectmanager van de VIRA, de V250, bij Netrain. Het onderhoudsbedrijf van de Nederlandse spoorwegen. Netrain zou de V250, de VIRA, onderhouden. En het was uw taak om ervoor te zorgen dat daarvoor de juiste voorbereidingsmaatregelen werden getroffen. U heeft werkprocessen opgesteld, de werkplaatsen voorbereid, gezorgd dat uw monteurs waren opgeleid en voor reserveonderdelen zorg gedragen. In dit verhoor heeft de commissie vragen over ervaringen, uw ervaringen vanuit uw onderhoudsrol met de VIRA. En ik geef als eerste in dit verhoor het woord aan mevrouw Vos. Ja, meneer Liefting, het was dus uw taak om voorbereidingen te treffen voor het onderhoud van de VIRA. Hoe zorgt u nou dat u de informatie kreeg die u daarvoor nodig had? Om aan die informatie te komen had ik afstemming met Ansaldo Breda als leverancier. Er waren dus afspraken met specialisten op de gebieden die u net al noemde. Gebied van documentatie, op gebied van training, outillage en materiaalvoorziening. En met de specialisten aan Ansaldo Breda kant en met de specialisten binnen mijn projectteam hadden we afstemming met Ansaldo om de betreffende informatie boven water te krijgen. En kunt u daar iets meer voorbeelden van geven? Hoe gaat dat dan? Even voor mensen die dus niet weten hoe zo'n proces precies gaat. Afstemming, is dat dan een vergadering of gaat u samen kijken naar bepaalde delen van de trein? Hoe ziet dat eruit? Wat belangrijk is, is dat de specificaties van de trein. De trein wordt natuurlijk eerst op de tekentafel ontworpen. Dat zijn eigenlijk de eerste gegevens die vrijkomen die van belang zijn voor het bepalen van de inrichting van je onderhoudsorganisatie. Die worden gedeeld met de onderhouder en die worden ook bediscussieerd. Dus dat zijn in het begin tekeningen, dat worden op een gegeven moment leveranciersinformatie over specificaties van systemen die ingebouwd worden. Maar dat kan ook maatvoering zijn van de trein die weer van belang is om de werkplaats die we in de watergesmeer hebben gebouwd voor de VT50, om die specifiek gereed te maken voor het kunnen onderhouden. Je moet natuurlijk precies weten op welke hoogte bepaalde onderdelen zitten, met welk gewicht een kraan onderdelen eruit kan hijsen. Die gegevens haalde ik eigenlijk uit de specificaties van Ansaldo. En gaandeweg het proces kwam natuurlijk ook steeds meer beschikbaar over die trein. Wat moet ik het dan zo voorstellen dat u in het begin dus na het praat met een papier aan de hand? En dan later zeg maar ook kijkt naar hoe dat dan binnen eruit ziet? Zeker de eerste jaren ligt de focus op papier. Ja. Bij het ontwerpen van een trein haal je ontzettend veel informatie uit de technische specificaties. De specificatie die zowel van Ansaldo Breda afkwam als van haar onderleveranciers. Maar dat gaat bijvoorbeeld over welk type schroef je ergens indraait. Wat voor informatie is dat op? Dat kunnen bij wijze van spreken bevestigingsmethoden zijn. Ja. Maar dat kan ook betekenen
hoe een systeem is opgebouwd, hoe bedrading, schema's zijn opgesteld. Eigenlijk alles wat je nodig hebt om op een gegeven moment aan de trein te kunnen sleutelen op het moment dat die onderhouden moet worden. Maar dan kan je bijvoorbeeld nog niet zien of die bedrading, stel dat ze in de spec staat, de bedrading ligt zo en die wordt zo vastgemaakt, dan kan je nog niet zien hoe dat dan in de praktijk is gedaan. Even een voorschotje op waar we straks ook op komen. Ja. Dat kan je dan nog niet zien? Nee, in die fase zeker niet. Nee, uitgangspunt bij het voorbereiden van onderhoud is dat je uiteindelijk een trein krijgt die aan de specificaties voldoet. Dan ga je ervan uit dat ook die specs zeg maar voor alle 19 treinen gelden? Ja. Oké. Okay. Ja. Ja. En hoe vaak heeft u die fabrieken van Ansaldo Breda in Italië bezocht? Ja, ik ben op twee locaties regelmatig geweest. Ja. In Pistoia, waar de trein gebouwd werd, daar had ik 2 à 3 keer per jaar gemiddeld over de periode eind 2006, 2012... een bezoek aan afgelegd. En daar had ik dan overleg in de engineeringsgebouwen op bedrijventerrein over de onderwerpen die net genoemd zijn. En in Napels had ik het overleg als het ging om de onderdelenvoorziening. Omdat daar de specialisten van de onderdelenvoorziening zaten. Hoe vaak ongeveer bent u geweest? Ja, in totaal ben ik een keer of 15 in Pistoia geweest en een keer of 5 in Napels. Oké. En het doel van die bezoeken? Het doel van die bezoeken was, wij noemden dat specialist meetings. Mm-hmm. Eigenlijk de besprekingen die ik moest voeren met de specialisten van Ansaldo. Om samen met mijn teamleden de informatie over documentatie, training, spareparts-voorziening en outillage boven water te krijgen. En wat voor mensen gaan er met u mee vanuit Nettrain? Zijn dat dan ook echt de monteurs die daadwerkelijk ook aan die treinen gaan werken? Of is dat weer een laagje daarboven? Dat zijn de engineers die vooral op het gebied van onderhoudsengineering gespecialiseerd zijn, die met me meegingen. Ja. Of de mensen die op het gebied van inkoop en onderdelenbevoorrading specialist zijn. Ja. Het hing een beetje van het onderwerp af. We hebben ook binnen Nettrain specialisten die heel veel verstand hebben van het inrichten van werkplaatsen. Om onderhoud efficiënt te kunnen doen. Dus die had ik mee op het moment dat het om met name de outillage dingen ging. Ja, dus het afhankelijk een beetje van het doel van gingen ook verschillende mensen mee. En heeft op een gegeven moment, waren die treinen zo'n beetje klaar, of tenminste die konden bekeken worden. Wat viel u toen op aan de treinen? Ja, op een gegeven moment klaar. Dat was behoorlijk ver in de tijd dat ze in een stadium waren dat we konden spreken van klaar. Wat me opviel was dat. En dan hebben we het eigenlijk over de bezoeken die ik gedaan heb. Ik probeerde tijdens een bezoek altijd wel een glimp op te vangen van wat er in de fabriek gebeurde. Je moet nagaan dat het een vrij groot bedrijventerrein is waar die treinen gebouwd worden. Dat de agenda van zo'n vergadering behoorlijk strak was. Dat je eigenlijk de hele dag, als je niet oppast, in een engineeringsgebouw zit, niet buiten komt en geen trein ziet. En ik vind het toch altijd wel leuk om even een glimp op te vangen van het productieproces. En dan vooral gefocust op de onderwerpen waar we dus ook discussie over hadden. Want we hebben een fase dat de treinen zo ongeveer klaar zijn. Maar ook tijdens de bouw, wat viel u toen op? Nou, er waren een aantal dingen die me opvielen. Wat me sowieso opviel en wat ik ook echt wel een mooi proces vond, hoe ze dat hadden ingericht, was het Casco-proces. Dat is op zich het eerste proces wat bij de bouw van een trein speelt. Waar de aluminiumprofielen en de aluminiumzijwanden die geprefabriceerd zijn, hoe die in elkaar gezet worden met bepaalde mallen. Ik vond dat een mooi proces om te zien. En afhankelijk van de fase waarin een trein is, zag ik wel een verschil in de mate waarin het proces, het product ontwikkeld was. Ik was erg gecharmeerd van het casco-proces, hoe ze het aluminium casco tot een rijtuig wisten te maken. Dat was blijkbaar anders dan u het tot dan toe gezien had? Mijn ervaring ligt vooral op het gebied van treinen die al gebouwd zijn en die te onderhouden. Mm-hmm. Dus mijn werkplaatservaring en het ervaring met andere werkplaatsen die dat werk doen, die gaat wat verder dan mijn ervaring bij nieuwbouwers. Maar ik vond het proces van hoe aluminium casco in elkaar gezet wordt een mooi proces. Oké, maar dat is slechts één deel, want er waren natuurlijk wel meer de zaken die u opvielen tijdens de bouw. Ja, en de reden dat ik dat zeg is dat in de beginfase vooral dat de productiefase waar het meest in te zien was. En in de fase die daarna komen, waarin de trein als het ware geassembleerd worden, waar de systemen ingebouwd werden, daarin was het overzicht iets minder als wat ik bij de casco-proces zag. Het overzicht? Het overzicht. Dus als je naar een proces kijkt, werden daardoor veel mensen tegelijk gewerkt. En het was daar
een bedrijvigheid die minder overzichtelijk op mij overkwam. Omdat u het niet begreep of omdat het zo druk was? Omdat het complexe processen zijn en je zoekt altijd... Maar ik heb dan als referentie hoe wij vanuit onderhoud kijken naar onderhoudsprocessen, hoe je processen kunt ontrafelen om het heel transparant en traceerbaar te kunnen doen. En dat proces trof ik in die fase in ieder geval nog niet aan. En dan heb ik het over de beginfase 2007, 2008, 2009. Ik zag wel een vooruitgang. Dus er zat wel een verschil in wat ik de eerste keer tijdens een bezoek zag. En naarmate de jaren vorderden, de mate van georganiseerdheid van alle processen. Maar ik begreep het niet helemaal goed. Zei u nou van op een gegeven moment, als ik ging kijken, was het een beetje een rommeltje? Omdat er zoveel mensen tegelijkertijd aan het werken waren? Of wat bedoelt u er nou precies mee? Nou, geen rommeltje. Maar het proces van de assemblage van de trein, het inbouwen van het systeem, was rommeliger georganiseerd dan de eerste fase. Toen het nog een puur mooi casco was. Ja, maar ja. Dat lijkt me ook helder. En wat viel u toen op aan de afwerkkwaliteit, toen op een gegeven moment die treinen in een latere fase zaten? Ja, wat ik u al zei, ik probeer tijdens zo'n bezoek een glimp op te vangen. Ik was niet... Waarom maar een glimp? Ja, een glimp omdat het niet mijn rol was om het product en het proces te controleren. Ik zat daar om het onderhoud voor te bereiden. En ik keek bij de bezoeken vooral naar de aspecten die het onderhoud betrof. En met die ogen keek ik vooral door de fabriek. En wat me daar in ieder geval in opviel, was dat de afwerkkwaliteit... Dan hebben we het puur over de esthetische kant van een trein, dat ik die slordig vond. En wat heeft dat dan voor gevolgen, de afwerkkwaliteit en de esthetische kant slordig? Wat kan dat betekenen? Is dat normaal? Mag dat? Ik zou zeggen, ik vind dat niet normaal. Want als je een mooie nieuwe trein koopt, verwacht je een mooie strakke trein die er qua interieur sowieso een goede indruk op de reiziger achterlaat. En dat hij het idee heeft van, dit is een mooi product. Dus dat waren dan ook wel de dingen die we onderling deelden binnen het projectteam. En met name richting de spelers. Onder andere de keurders die het proces en het product controleerden namens NSFC. Ja. Die informatie deelde ik met hun, zodat ze dat mee konden nemen. En vaak waren ze er ook bij aanwezig als ik rondliep. Dus dat viel u specifiek op, maar heeft dat dan iets te maken met het vakmanschap of omdat het gewoon slordig in elkaar werd gezet? Ik had het idee dat het vooral het vakmanschap was. En nog even, u zei net, het was mijn rol niet om goed te kijken. Ik kon maar een glimp zien. Had u meer tijd kunnen nemen als u had gewild om meer te bekijken? Of was het echt ook een functiescheiding met de mannen van Lloyds? We hadden een rolverdeling en er was een hoop werk te doen. En ik voelde me heel verantwoordelijk om vooral het onderhoud goed voor te bereiden. En tijdens de bezoeken had ik mijn tijd hard nodig om die zaken goed te behartigen. Dus het was voor mij een hele logische taakscheiding. Alleen niet een taakscheiding van, en je kijkt niet mee. Daar waar je dingen opvalt, deel je dat. En in de rolverdeling heb je dus overleg met je collega's van NSFC in dit geval, die daar verantwoordelijk voor waren. Wat waren uiteindelijk uw verwachtingen van de Vira-trein voordat ze naar Nederland kwamen? Ik heb altijd wel de verwachting gehad dat de VT50 een goede trein zou gaan worden, waarmee we aan de reizigersverwachting zouden kunnen invulling zouden kunnen geven. Op basis van die bezoeken en wat u had gezien en de besprekingen, had u de verwachting dit wordt een goede trein? Ja. En ondanks wat u net zei over de afwerkkwaliteit, dat die wat slordig was? Ondanks dat, maar dat was omdat dat gesignaleerd was en... We werkten toen al, en het is eerder een verhoor heb ik dat gehoord, ook al geregeld aan de orde. We deelden dat met Ansaldo. Althans, de verantwoordelijke binnen het project deelde dat met Ansaldo. Dus ik was in de veronderstelling dat wat je constateert, daar wordt aan gewerkt. En op het moment dat het product gereed is, krijg je dus een trein die aan de verwachtingen voldoet. Dus mijn verwachting was, wat je constateert, daar wordt wat mee gedaan. Dus je krijgt uiteindelijk een product wat conform verwachting is. En u zegt het een beetje cliffhangerig. Mijn verwachting was dat. En dat was de verwachting die u had op basis van de fabrikanten met wie u vaker werkte. En is die verwachting dan niet uitgekomen? U zegt, mijn verwachting was, ik geef dat door, daar wordt aan gewerkt. En met die verwachting hebben we uiteindelijk die treinen naar Nederland gehaald.
Ja, naar Nederland gehaald, dat is natuurlijk later in de tijd. Ik had zeker in het begin de verwachting dat de opmerkingen serieus genomen zouden worden en meegenomen worden. En dat is ook in heel veel gevallen gebeurd. Ja. Want veel van de opmerkingen, zeker op het gebied van interieur, die zijn significant verbeterd ten opzichte van wat we in eerste instantie geconstateerd hebben. Dus daar heeft het proces van signaleren wel degelijk effect gehad op een betere interieurkwaliteit. Dus uw verwachting dat die Vira-trein redelijk zou zijn of goed zou zijn, die was gebaseerd wel op het vertrouwen dat Ansaldo Breda zich zou gedragen als een fabrikant die gewoon luistert naar de opmerkingen. Ja. Dat was gebaseerd op vertrouwen. Okay. En waarbij ik wel even een kanttekening wil plaatsen, dat tijdens die bezoeken en tijdens de fase waarin ik dus keek in het productieproces, zie je alleen maar de buitenkant van een trein. Ja. Je ziet dus niet hoe een systeem functioneert. Het is niet zo dat ik erbij heb gestaan dat een airco uitgeprobeerd werd, of dat je tractie beproeft, of dat je deuren beproeft. Je ziet dat een systeem ingebouwd wordt, maar de functietesten, dat is iets wat eigenlijk in een veel latere fase pas van toepassing is. En dan moet je kunnen baseren op dat het kwaliteitssysteem, kwaliteitsmanagementsysteem en ook zeg maar de techneuten van Ansaldo Breda zelf hun werk goed hebben gedaan. Dus dat is allemaal gebaseerd op vertrouwen. Dat het daarvoor allemaal goed is gegaan. Voor u als onderhoud. Voor mij als verantwoordelijke voor het inrichten van onderhoud was de rolverdeling dat vooral bewaakt werd door de kwaliteit, de projectleider techniek kwaliteit en de keurders die op dat proces zaten. En natuurlijk was mijn verwachting dat de leverancier Ansaldo Breda aan dat beeld kon voldoen. Ja. In hoeverre had u nou vooraf het idee dat het onderhoud van deze Vira-treinen voor Netrein misschien wat intensiever zouden kunnen zijn dan de andere treinen die u onderhoudt? Dat was zeker in het begin niet het geval. Uh-huh. Wat ik al zei, bij de voorbereiding van instandhouding baseer je op de leveranciersgegevens. En op basis van de leveranciersgegevens is er een uiteindelijk treinontwerp gekozen. Uh-huh. De treinontwerp leidt tot een onderhoudsschema. De leverancier schrijft dan ook voor welke onderhoudshandelingen gedaan moeten worden, wanneer in de tijd, en welke inspecties gedaan moeten worden, wanneer in de tijd. En daar zit eigenlijk een relatie tussen wat mag je vanuit de techniek verwachten, wat aan slijtage onderhevig is. Als je met een trein rijdt en je remt, dan weet je dat op een gegeven moment de remblokken vervangen moeten worden. Als je vloeistof in een trein hebt en die kunnen op een gegeven moment verouderen, weet je dat je die moet vervangen. Maar er zijn ook delen in een trein die je vanuit het ontwerp niet meer hoeft te verwachten dat daaraan gesleuteld hoeft te worden. Daar heeft de leverancier dan ook geen inspectie of onderhoudstaak in voorzien. En dat is de uitgangspunt voor een onderhouder om het onderhoudsproces op in te richten. Ja. En dat onderhoudsproces week niet sterk af van wat we gedaan hebben. Alleen hoe we het ingevuld hebben, week wel weer iets af van hoe we gewend waren onderhoud voor te bereiden. Maar dat had te maken met het feit dat het materieel is wat 250 ging rijden. En wij moesten er wel voor zorgen dat we heel traceerbaar, ook voor de toezichthouder ILNT, als die een controle deed op onze processen, dat ik aan kon tonen, is al het onderhoud op tijd uitgevoerd? Zijn de monteurs die het werk hebben uitgevoerd, zijn die gekwalificeerd om dat te kunnen doen? En zijn de juiste materialen gebruikt? Dus het was wel zo dat we, als het gaat om de inrichting van de onderhoudsprocessen, een slag dieper gegaan zijn bij de voorbereiding van de instandhouding. Omdat het nieuw hogesnelheidsmateriaal was. Omdat het met name hogesnelheidsmateriaal is. Ja. En dat de eisen die je dan aan de onderhouder stelt, toch richting de vliegtuigindustrie gaan. Want u onderhoudt toch ook de ICE die uit Duitsland komt? Dat is Klopt. Toch ook een hogesnelheidstrein? Ja. Stond die daar al of kwam dat ook later? Die ICE die onderhoudt u al? Ja. Dus was nou die specificaties die u nodig had voor de V250, de Vira, was dat nou hetzelfde als de ICE? Of kwam dat allemaal tegelijkertijd? Nee, dus het zijn eigenlijk twee totaal verschillende processen. Okay. Het gaat wel in beide gevallen om een hoogsnelheidstrein. Het onderhoud aan de ICE, dat voerden we uit in opdracht van NS High Speed. En dat waren treinen van de Deutsche Bahn, waarin wij eigenlijk de werkzaamheden die voorgeschreven werden door Deutsche Bahn uit hebben gevoerd aan de ICE. Dus daar hebben we niet zelf de voorbereiding over te treffen. Daar zit het verschil. Begrijp ik. De heer Van As, dat was uw directeur destijds, die schreef een boek waarin staat dat hij al in 2006 verwachtte dat er nooit een goede trein uit deze fabriek zou komen. Deelt u die mening? Nee. Waarom niet? Ik was van mening dat met het inzicht wat ik vanaf
eind 2006 en de bezoeken die ik gehad heb in de fabriek, dat er een progressie in de performance van Ansaldo te bespeuren was. En ik geloofde erin dat deze treinenbouwer in staat was om een goede trein te kunnen bouwen. Hoe verklaart u dan het verschil tussen uw directeur van As en uzelf? Ik kan alleen maar praten wat ik heb gezien en mijn verwachting. Ik weet niet op basis waarvan hij die conclusie getrokken heeft. Een bezoek? Ja, dat klopt. En een bepaalde methode, zeg maar, om fabrieken te lezen. Maar u heeft geen idee waarom hij zo anders daarnaar keek dan u? Nou, laat ik zo zeggen, ik denk dat u doelt nu waarschijnlijk op een activiteit, Read Your Plan Fast. Mm-hmm. Dat had ik natuurlijk al. Dat was een scan die we gedaan hebben naar aanleiding van een bezoek die we sowieso brachten aan de fabriek. Het doel was niet een werkplaatsonderzoek, maar het doel was het ondertekenen van een contract. En op weg van het vliegveld naar de werkplaats zei de heer Van As tegen mij en mijn collega van, joh, ik heb een bepaalde methode uit een tijdschrift die ik wel interessant vind om te toetsen. Waarin we eigenlijk een soort quickscan kunnen doen, eerste indruk op kunnen doen van de performance van een fabriek. Laten we na afloop van de rondgang, laten we die vraag eens doorlopen en kijken wat eruit komt. Als je kijkt naar van hoe performt een fabriek, hoe acteert een fabriek, ja, dan doe je een onderzoek. En een onderzoek wordt vaak door externe deskundigen, meerdere externe deskundigen die weken bezig zijn om een grondig oordeel te kunnen vellen. Voor mij was het een quick scan, combineren van een indruk. En het had op dat moment bij mij niet die lading die ik later teruglas in het boek van meneer Van As. Want u zegt, meneer Van As had een methode uit een tijdschrift. Die heeft een heel snel een quick scan gedaan. U zegt eigenlijk, die methode is te snel of misschien uit een tijdschrift nog niet helemaal bewezen om deze conclusies te rechtvaardigen. Is dat wat u zegt? Wat ik zeg is dat het voor mij niet direct tot een negatief waardeoordeel leidt. Want dan zou het voor mij, als ik dat echt zo zou vinden, dan zou je op zijn minst daar veel grondiger onderzoek op moeten laten volgen. Ja. Dat is mijn mening. Hè? En weet u of de heer Meerstad bij dat bezoek van Van As was? Dat had ik hem moeten zien, hij was daar niet bij. Oké. Okay. Nog even, Van As, die zegt dat na aanleiding van een bezoek in 2006. Toen begon u ook met uw bezoeken. En u zei net van ja, er was ook progressie. Maar in 2006, toen u in die fabrieken kwam, kan het zijn dat u dan toch misschien dezelfde dingen heeft gezien als de heer Van As? En dat u... Nee. Ten eerste denk ik dat bezoek van de heer Van As was voordat ik op het project zat. Dus... In 2006 weet ik zelfs niet eens of ik in de fabriek geweest ben. Ik weet wel dat in 2006 in ieder geval het V250 project in productie nog weinig voortgang had. Dus ik kan me niet voorstellen dat het gebaseerd was op de ontwikkelingen rondom de V250. Nee. Maar in 2006 heeft Netrein een noodkreet geuit in een brief van HSA over de vertragingen. Wat was nou de aanleiding van die brief? Wat stond er in die brief? 2006. Sorry, 2007. Een jaar na dus, het jaar waar we net over spraken, 2007, heeft Netrein een noodkreet. Dat was een brief van uw organisatie over de vertragingen. Ik weet niet precies waar u op refereert, maar waar wij als onderhouder natuurlijk wel altijd mee te maken hebben, is dat we heel veel anticiperende, op heel veel zaken moeten anticiperen om op tijd klaar te zijn met onderhoud. Op het moment dat er geen duidelijkheid is wanneer treinen komen, wordt het dus ook heel erg moeilijk. Vanaf welk moment moet ik rekening houden met hele praktische zaken. Een trein is 200 meter lang. Als ik 19 keer 200 meter in de buurt van de Watergraafsmeer moet opstellen, dan moet ik heel veel organiseren samen met ProRail en met Netrein om die treinen een parkeerplaats te geven. En dat geldt voor heel veel praktische zaken. Op het moment dat een planning onduidelijk wordt, weet je niet wat je als uitgangspunt moet nemen om je onderhoudsorganisatie op af te stemmen. Ik ga ervan uit dat de memo vooral opgericht is. Zolang er geen duidelijkheid is over wanneer een trein komt, loop ik het risico dat je niet op tijd kunt anticiperen om er klaar voor te zijn. Dat ging inderdaad over de planning, maar de memo ging ook over de risico's. De risico's? Geen goed zicht op risico's. Daar ging het memo ook over. Ik snap inderdaad dat je vanuit onderhoud, dat je daar zorgen over maakt.
Maar er stond wel meer in, in dat memo. Ja. Ik heb het memo niet op mijn netvlies staan. Ik weet niet welk memo het betreft. Dus ik weet ook niet welke memo risico. Van 2 november 2007. Oh, daar stond in over van dat Netrein zich zorgen maakte over onduidelijke informatie. Geen goed zicht op de risico's en inderdaad de planning waar je het net over had. Ik weet niet wat er met dat memo vervolgens gedaan is. En ik weet ook niet of ik betrokken was in de verstrekking van die memo. Of dat ik hem maar kunt u zich nog herinneren dat u... Nou, kunt u zich voorstellen dat u in die tijd, dat is het tweede jaar dat u na die bezoeken doet, dat u dat soort zorgen gehad heeft? Ik kan me wel voorstellen dat ook in die tijd hadden we te maken met planningen die niet nagekomen werden. Dus op het moment dat wij zien dat iets op een bepaald moment geleverd moet worden en het wordt niet geleverd, dat kan van alles zijn, dan trekken we aan de bel, want we willen er op tijd klaar voor zijn. Mm-hmm. Dus ik ga er absoluut vanuit dat als er een memo geschreven is waarin zorg is geuit of een planning gehaald is, dat het in relatie staat tot de activiteiten die we moeten doen. Het ging dus om meer om zorgen voor de planning, want dat is duidelijk dat er wat vertraging was. Maar daar stond dus meer in. Maar kunt u zich nog iets voorstellen over die tijd? Dat u zich ook zorgen maakte over de risico's gewoon met de trein. En dat er onduidelijke informatie, want u heeft echt goede informatie nodig om uw proces in te richten. En toen heeft u blijkbaar zorgen geuit over dat die informatie niet duidelijk was. Ik kan me dat niet herinneren dat er toen over de informatie die relevant was voor het onderhoudsproces, dus de documentatie, training en spare parts, dat ik daar op dat moment knelpunt in had. Waren de vertragingen voor u nou aanleiding om uw verwachting over de kwaliteit van de trein bij te stellen? Nee, in eerste instantie niet. Ik dacht zelf persoonlijk vaak van, als iets constateren en het leidt tot een aanpassing van wat al gemaakt is, dan betekent dat extra inspanning in de fabriek. En extra inspanning in de fabriek zou best wel eens kunnen leiden tot een later leveren van een beter product. Dus ik zag wel een relatie tussen geconstateerde afwijkingen, als die hersteld moeten worden, dat daarmee de planning alweer extra onder druk zou komen te staan. Maar u dacht echt bij vertraging, dat betekent dat ze gewoon extra hard werken aan een nog beter product. Dat was dat in ieder geval de problemen die we gesignaleerd hebben in ieder geval opgepakt zouden worden. Ja. En dat het leidt tot in ieder geval die problemen niet meer terugzien. Dat was uw indruk bij vertragingen. Oké. Ik ga naar mijn collega Bergkamp. Dank collega Vos. Wat zegt nou zo'n slordige afwerkkwaliteit over het kwaliteitsmanagement systeem van Ansel de Breda? Ja. Normaal gesproken, als een product, de afwerking van een product onvoldoende goed is, dan zegt dat nog niet alles over een totaal kwaliteitssysteem. Maar betekent wel dat je je af moet vragen als de theorie van het kwaliteitssysteem goed is, of de uitwerking in de uitvoering uiteindelijk ook goed is. Dus afhankelijk van het totaalproces, iets is pas goed als het eindproduct goed is, moet je in de keten kijken van waar is het nog goed en waar gaat het fout. En daar moet je extra actie op ondernemen. Dus het is wel een signaal als de afwerkkwaliteit niet goed is, om de vraag te stellen of het kwaliteitsmanagementsysteem voldoende in de praktijk wordt toegepast. Of het integraal voldoende in de praktijk wordt toegepast. Integraal in de praktijk wordt toegepast. Was dat nou ook een aanleiding voor u om scherper te gaan kijken? Nee, voor mij niet. Want ik was voor het onderhoud. Dus ik moest zorgen dat vooral de onderhoudsdocumentatie en training en outillage en sparepartvoorziening goed geregeld werden. Dus daar was ik heel scherp op. En het aspect wat u net noemt, dat lag bij mijn collega die verantwoordelijk was voor de kwaliteit en de techniek. Maar op het moment dat de afwerkkwaliteit onder de maat is, heeft dat dan ook niet impact op het onderhoud later? Op het moment dat de tekortkomingen die gesignaleerd worden niet verholpen worden, kan dat impact hebben. Ja. Maar dan was het voor u toch ook een signaal van, goh, moet ik misschien kritischer gaan kijken, want het kan zo zijn dat ik later in de onderhoud daar last van krijg. Dat het onderhoud intensiever moet worden. Op dat moment was het voor mij in ieder geval van belang dat de aandacht van de mensen van NSFC die daarover gingen, in ieder geval daarop gefocust was. En ik had de indruk dat hun aandacht in ieder geval erop gefocust was, want wat wij constateerden werd gedeeld.
Dus met die informatie zijn de keurders en de projectleider techniek kwaliteit zijn er ook mee aan de gang gegaan. Dus het was voor uzelf vanuit onderhoud geen reden, kijkend naar de afwerkkwaliteit die onder de maat was, om zelf scherper te worden. U had het vertrouwen in het NSFC om dat daar zeg maar gerichter naar gekeken zou worden. Dat was op dat moment mijn beeld, ja. Maar u deelt wel dat als de afwerkkwaliteit onvoldoende is, dat dat later ook gevolgen kan hebben voor het onderhoud. Ja, absoluut. Is het nou zo dat als een trein wat slordig in elkaar wordt gezet, dat dat dan ook een risico vormt later voor de veiligheid of de betrouwbaarheid van een trein? Afhankelijk van op welke aspecten de slordigheid zich manifesteert. Heeft het vooral met comfort te maken of kan het ook met bedrijfszekerheid en veiligheid te maken hebben? Datgene wat ik kon zien, dat was dus het esthetische, dat lag dan op het gebied van comfort. En dat is meer, ja, sommige dingen verwacht je niet voor een bepaalde prijs terug. Ik had op dat moment niet de veronderstelling, maar daarvoor keek ik ook niet in de fabriek. Dat was ook niet mijn rol. Dat in de productieprocessen de inbouw van de systemen en het testen van de systemen, of het daar precies volgens specificaties gebeurde. En het esthetische, de buitenkant, was voor u geen reden om ook te gaan twijfelen over de binnenkant? Van, goh, zit dat dan wel goed in elkaar? Het was voor mij niet een aanleiding om daar specifiek aandacht aan te geven, anders dan de aandacht die er sowieso al heel intensief was vanuit de keurders, om tijdens de bouw, bij de inbouw en de testen van de eerste systemen, vooral heel kritisch te zijn op die inbouw. Dus er zijn controlemomenten, die controles zijn ook uitgevoerd. Je kunt je hooguit achteraf afvragen, was dat genoeg? Je doet een steekproef. Was de steekproef een te kleine steekproef? Had die achteraf groter gemoeten? En over het werk van wie heeft u dan? Heeft u dan over de certificeerder, de keuringsinstantie Lloyds Nederland, of de mensen die bezig waren met de keuringen vanuit NSFVC? Nou, vooropgesteld, als je een trein koopt bij als je een trein koopt en je hebt een leverancier. Wij doen zaken met leveranciers die gecertificeerd werken. Dat betekent dat ze vooral zelf een goed kwaliteitsbeheersingssysteem hebben. Dus dat ze zelf goede controles uitvoeren, zodat een tekortkoming in een productieproces of een tekortkoming in een engineeringsproces opgelost wordt. En als daarbovenop heb je als kopende partij de mogelijkheid, en die rol is ingevuld door NSFC, waar ze de keurders van Lloyds bij gebruikt hebben, om te toetsen of daaraan voldaan werd. Maar toen u zei net in antwoord op mijn vraag, is dat nou reden geweest, hè, om te kijken van die twijfels over die kwaliteit? Toen gaf u aan misschien dat zo'n steekproef, dat misschien onvoldoende is. De steekproef van wie? De steekproef van de keurders van NSFC. Okay. En vanuitgaande dat we met de wetenschap achteraf hebben geconstateerd dat er veel meer tekortkomingen zaten. Maar we hebben ook met een van die kwaliteitsinspecteurs gesproken. Ja. En die zei, ja, ik heb het gezien. Ik maakte me zorgen over die afwerkkwaliteit, maar die treinen hebben toch de fabriek verlaten. Dus het was toen ook bekend. Dus u zegt met de wetenschap achteraf, maar het was op dat moment toen ook al gesignaleerd dat dat een groot aandachtspunt was, of eigenlijk een zorg. Hoe zou dat proces dan verbeterd moeten worden? Hoe zou dat proces verbeterd kunnen worden? Sowieso is dat dan... ik denk dat de inspanning, maar nogmaals, dan heb ik het over iemand anders' proces. De inspanning om de kwaliteit integraal te kunnen borgen, zou je af moeten stemmen op hoe een leverancier zich ontwikkelt. En als je bij steekproeven erachter komt dat het goed gaat, dan kun je misschien je steekproeven in frequentie wat verlagen. Op het moment dat het minder goed gaat, zou je ze misschien moeten verhogen. Dus eigenlijk een risicovol of een risicogerichte aanpak. Ja. Dat is eigenlijk wat u aangeeft. U kwam er zelf achter dat die buitenkant, in ieder geval het esthetische, die afwerkkwaliteit, dat daar zorgen over waren. Heeft u uiteindelijk zelf ook gecheckt in dat proces van, is daar nou wat mee gedaan? Want u zegt van, u heeft het wel gecommuniceerd richting NSFVC. De verwachting dat zij daar kritisch naar zouden kijken. Maar heeft u ooit zelf gedacht van, nou, ik check even of daar nou wel wat mee gebeurd is. Want anders krijg ik straks last van dat onderhoud. Ja, ik zeg nee en het is een ja en nee. De dingen die natuurlijk opvallen, die zie je. En daar merk je van, oké,
De eerste keer heel praktisch was bagagerekken die behoorlijk scheef gemonteerd waren. Ik liep daar met een keurder van NSFC doorheen en toen hadden we zoiets van, ja, dit is toch onacceptabel. En daar is toen werk van gemaakt en de keer daarna dat ik door diezelfde fabriek op een bepaalde manier liep, was dat wel van een goede kwaliteit. Maar ik had niet de rol, ik heb dat ook niet gedaan, dat ik toetste van wat wordt er met mijn punten gedaan. De aanpak is dan wel heel erg gericht op vertrouwen, vertrouwen, vertrouwen. Nee, de aanpak is gericht op een rolverdeling waarin ik verantwoordelijk was om het werk wat ik vanuit het project moest verzorgen, dat ik dat goed deed. Maar meneer Liefding, u bent daar, u ziet dingen, hè, zorgen over de afwerkkwaliteit. U weet dat dat ook gevolgen kan hebben voor het onderhoud later. U geeft dat door. En in dat proces checkt u niet zelf van, nou, is dat nou opgelost? Want u krijgt er later last van als dat niet geregeld is. En later wordt ook vastgesteld dat de onderhoudskosten ook hoger zijn dan verwacht. De check voor ons was de status waarin het materieel uiteindelijk is overgenomen. In de beginfase was mijn verwachting, alles wat je constateert en alles wat genoteerd wordt, wordt meegenomen. En wordt of direct verholpen of wat later in de tijd, als daar afspraken over te maken zijn, in de tijd verholpen. En dat was het proces waar ik me aan vast. Mag ik dan zeggen, u had het vertrouwen dat anderen het zouden oppakken, maar u heeft het zelf niet gecontroleerd? Ik heb het gecontroleerd op het moment dat de trein is overgedragen om te weten met wat voor een trein heb ik van doen. Dat is een mooi bruggetje naar het volgende onderwerp, namelijk het voortijdig overnemen van de treinen. In mei 2012 zijn treinen voortijdig overgenomen. We hebben dit in verschillende verhoren al meerdere keren aandacht aan besteed. De APTO-constructie, Anticipated Preliminary Takeover. Dat wil zeggen dat je treinen voortijdig overneemt, maar die treinen voldoen nog niet aan de koopovereenkomst. Dus er is een lijst met openstaande punten, treinen zijn nog niet toegelaten. En we begrepen ook van de heer De Leeuw, projectleider, dat de lijst ook lang was. Er waren veel openstaande punten. Toch is er voor gekozen, wetende dat er een grote lijst was met openstaande punten, om te kiezen om de treinen eerder voortijdig over te nemen. Waarom is daarvoor gekozen? Waarom ervoor gekozen is, moet u niet bij mij zijn. Mij is wel gevraagd van, kunnen we als onderhouder deze trein in deze status onderhouden? Dus ik heb wel inzicht gekregen in de status van de over te dragen trein. Ik heb dus ook kunnen checken of daar veiligheidsrelevante zaken als tekortkoming gesignaleerd waren. Want als onderhouder wil je niet een trein hebben waarvan je bijvoorbeeld weet dat je een veiligheidsrisico loopt. Maar zag je toen ook, zeg maar, bij dat proces van het voortijdig overnemen van Verdikkeme, ik zie diezelfde afwerkproblemen die ik toen vaststelde, hè, toen ik een glim kreeg van de trein, die zie ik nu ook weer, even los van veiligheid? Nee, het gros van de afwerkproblemen, dan hebben we het over die esthetische punten, waren opgelost. Het grootste probleem wat daarna ontstaan is, waren de technische problemen in de systemen die zich manifesteerden in storingen die invloed had op de bedrijfszekerheid. Dat is iets anders dan de projectleider tijdens ervoor heeft gezegd, dat het een grote lijst was met openstaande punten en die ook betrekking hadden op die afwerkkwaliteit, ook het esthetische. Ja. En dat heeft u zelf niet gesignaleerd? Nou, er zit een verschil tussen geen afwerkpunten meer en veel afwerkpunten. Mijn focus bij de overname. Nee, maar mijn vraag was aan u, stelde toen u bezig was om de treinen andere mensen voortijdig over te nemen. Toen bent u betrokken geweest, zegt u zelf, in dat proces, hè, bij dat voortijdig overnemen. Heeft u toen ook de problemen gezien die u toen ook zag in de fabriek over die afwerkkwaliteit? En toen gaf u net een reactie antwoord van, nou, het waren technische dingen. En mijn vraag is, zag u nou ook geen problemen met de afwerkkwaliteit? Wat ik vooral getoetst heb. Nee, maar wat zag u? Wat ik zag was een lijst met een diversiteit aan punten die nog afgewerkt moesten worden. En daar zaten esthetische punten in, maar er zaten ook technische problemen in, waarvan de afspraak was dat die in ieder geval de veilige inzet sowieso niet... Meneer Liefding, u geeft geen antwoord op mijn vraag. Ik probeer een antwoord te geven. Ja, maar ik ga hem even anders stellen. Mijn vraag was, toen u bezig was met dat proces van het voortijdig overnemen van de treinen, daar was u bij betrokken. Heeft u toen ook problemen gezien met de afwerkkwaliteit? Dingen die u toen gesignaleerd heeft in de fabriek, wat tijdens het voor met mevrouw Vos naar boven kwam, zag u die dingen toen ook? Nee, niet als dingen die me zijn bijgebleven en waarvan ik dacht van,
Dat zit er nu nog in. U zal geen problemen met de afwerkkwaliteit. Openstaande punten met betrekking tot de afwerkkwaliteit. Die zaten er niet bij? Er zaten een aantal, volgens mij, en ik ken die lijst niet letterlijk uit mijn hoofd, er zullen vast en zeker punten die met afwerkkwaliteit te maken hebben, opgestaan hebben. Toch wel? Maar dan is dat iets wat, net als je een huis koopt en je krijgt de sleutel, dan loop je door het huis en je constateert nog een aantal punten. En dan maak je afspraken over of die acceptabel zijn om de sleuteloverdracht te doen. En je maakt een afspraak wanneer die punten opgelost worden. Dat snap ik. En dat was ook mijn gevoel bij de punten die op de lijst stonden als het ging om de afwerkkwaliteit. Ik was op dat moment vooral gefocust, zijn er technische problemen met die trein waar we geen alternatief voor handen hebben, zodat ik in ieder geval als onderhouder altijd kan garanderen dat de extra inspanning, maar dat kon ik wel zien uit die lijst, ik kon zien dat er extra inspanning nodig was om die trein rijdend te houden. Ja. En in eerdere verhoor is dat ook al gezegd, dat wij dus rekening mee hielden dat ik voor elke trein die ingezet werd, een trein achter de hand moest hebben. Daar gaan we straks nog wat uitgebreider op in. Maar u geeft in ieder geval aan, want die lijsten heeft u gewoon gezien. Hè, al die met de openstaande punten. En mijn vraag was, bij de overdracht heb ik die lijst gezien. Heeft u allemaal gezien? En daarom verbaasde me dat u niet weet, hè, want ik vroeg een paar keer van, stonden daarna ook punten op over de afwerkkwaliteit? En dat u twee keer aangaf, nee, maar uiteindelijk zegt u, er kunnen ook punten opstaan die te maken hebben met de afwerkkwaliteit. Ja, natuurlijk. Maar als er bijvoorbeeld een kras op een kunststofplaat zit, dan is dat een punt wat esthetisch is, wat gewoon als afwerkpunt nagewerkt wordt. En ik kan me niet voorstellen dat... U weet dat ook niet meer? U zegt, ik kan me dit niet voorstellen, maar u heeft gewoon die lijsten gezien met openstaande punten. Ja. En wat ik zei, maar u zegt van, ik kan me niet voorstellen dat, maar u heeft het gewoon gezien. U kunt gewoon feitelijk deze vraag beantwoorden. Stonden er op die lijsten nou problemen met de afwerkkwaliteit? Wat ik net al zei, ja, er stonden ook punten op die betrekking hadden op afwerkkwaliteit. Oké, het was even zoeken, maar uiteindelijk... Ja, ik denk dat we elkaar niet helemaal begrepen. Blijkbaar. En daarom is het goed om af en toe een vraag te herhalen. Dat geeft helemaal niks. In december 2011... waren er op een gegeven moment ook twee loan- en use-treinen, werden twee treinen geleend. En daar ontstonden ook zeg maar al wat technische problemen. Problemen met beveiliging, ETMS, problemen met de remmen, met de tractie, de aandrijving, met de deuren. Toen werden de treinen voortijdig overgenomen en toen kwamen diezelfde problemen weer naar boven. Baarde u dat zorgen? Het was me bekend, de problemen die u net noemde. Wat voor mij vooral van belang was, is dat we keken van, zijn ze goed geadresseerd? En met goed geadresseerd bedoel ik, zijn er goede acties in gang gezet dat de leverancier verantwoordelijkheid neemt om die storingen structureel te verhelpen? En als we een trein overnemen, is er dan een methode waardoor we, als dat probleem zich manifesteert, toch die trein kunnen herstellen? En soms betekent dat we dat probleem kunnen voorkomen door extra inspanningen op gebied van inspecties te doen. En dan betekent het heel praktisch dat wij er rekening mee houden dat de trein niet één keer in de drie dagen een werkplaats binnenkomt om te inspecteren, maar misschien wel elke dag gecontroleerd moet worden. Dat betekent wel dat we ons in moeten richten op extra logistieke bewegingen. Maar wat veel belangrijker is dat als die storingen zich manifesteren en je bent afhankelijk, en dat ben je op dat moment, van de leverancier, want een trein kun je zien als een auto, het standaard onderhoud, dat doet Netrain. Dus alles wat voorgeschreven is en wat je mag verwachten, daar was Netrain voor klaar en dat deden wij aan die trein. Maar op het moment dat zich een storing manifesteert aan een trein, was je afhankelijk van de garantieorganisatie van Ansaldo Breda, die in Amsterdam aanwezig was. Dus die moest ook in voldoende mate helder. Dus aanwezig zijn. Ja, dus u zegt, u erkent dat er een aantal technische problemen waren die eigenlijk al vanaf december 2011 er waren. En ook weer, de treinen werden voortijdig overgenomen, wetende dat deze problemen er waren. En u vond het belangrijk dat ze geadresseerd waren en dat er een aanpak was om ze op te lossen. Ja, dat vond ik heel belangrijk. En, vooral en u omdat... had ook vertrouwen in Ansaldo Breda om die problemen ook snel op te lossen. Want je kan ook zeggen, bij het voortijdig overnemen, hé, deze problemen zijn nog niet opgelost. We gaan in ieder geval die treinen niet voortijdig overnemen. Ja. Ik had er vertrouwen in dat Ansaldo de capaciteiten moest hebben om die structurele problemen op te lossen.
ik had er ook begrip voor dat een structurele aanpassing aan een trein betekent dat de wijziging ook weer toelatingsplichtig is. Dus je moet voor elke wijziging moet er wel een goed onderbouwd dossier aangeleverd worden richting de toezichthouder om die wijziging door te mogen voeren. Dus je had er begrip voor dat het nog niet was opgelost? Nee, ik heb er begrip voor dat dat doorlooptijd kost. En die doorlooptijd, om die doorlooptijd te overbruggen, keek ik naar de alternatieven die je vanuit onderhoud en vanuit, noem het even, garantieherstel. Helder, u had er begrip voor dat sommige dingen gewoon ook tijd kosten. Betekent wel dat ik er ook een verwachting aan koppelde dat er wat mee gebeurde. Ja, dat is de andere kant. Dat voortijdig oplossen, kwam dat nou voort zo'n constructie omdat er gewoon gereden moest worden met die treinen en dat er een deadline was? Om vanaf september 2012 te rijden naar Rotterdam en december naar Brussel? Dat zal er absoluut mee te maken hebben, want op het moment dat je geen tijdsdruk hebt, accepteer je iets op het moment dat het 100% is. Ja. Dus het feit dat iets geaccepteerd is wat nog niet voldeed, niet volledig 100%, heeft ermee te maken dat er gereden moest worden en er een deadline was. Want anders zou je niet treinen op deze manier voortijdig overnemen, zegt u. Ik wil er wel de nuance bij aanbrengen dat vanuit mijn rol, vanuit onderhoud, we dat niet ten koste van alles. Want we hebben veiligheid gewoon hartstikke hoog in het vaandel staan, het hoogste in het vaandel. Dus ik toets altijd wel, zijn er tekortkomingen die invloed kunnen hebben op de veilige inzet van dit trein? Ja, dat heeft u een paar keer gezegd. En ja, ik vind het ook heel belangrijk om dat te herhalen. Dat kan me goed voorstellen. Maar ik neem aan dat u het ook belangrijk vindt dat er een betrouwbare trein en dienst is. Dat die reiziger ook tijdig, dat er minder uitval is. Dus dat dat ook mee wordt genomen. Ja, okay, dat zijn absoluut twee dingen die. Op een gegeven moment werden die treinen voortijdig overgenomen. Dat betekent dat de garantieperiode ook gaat lopen. Ja. Wat was de houding van Ansaldo Breda? Veranderden die? Werden ze actiever of juist niet? De houding die ik ervaren heb van Ansaldo, en ik heb 5 jaar lang Italianen van de garantieorganisatie om me heen gehad, was er een dat de mensen die in Amsterdam waren van goede wil waren. Alleen, ze moesten dingen herstellen waar ze voor een structurele verbetering afhankelijk waren van de engineeringsafdeling in Pistoia. En je zou het een beetje kunnen noemen als dweilen. De dweilen waren in Amsterdam, maar de loodgieters zaten in Italië. En om te voorkomen dat je op een gegeven moment onbeperkt dweilen moest in Amsterdam, moet je wel zorgen dat de loodgieter in Italië zijn werk doet. In Amsterdam heb ik van de mensen die er waren altijd veel medewerking gezien. En die gingen ook voor hetzelfde doel. Die hadden er ook belang bij dat het proces een succes werd. Ik moest ze wel aansporen om op het juiste moment in de juiste aantallen ook er te zijn. Dus het was wel lastig, zegt u? Nou, laat ik zo zeggen, misschien was het ook wel gewoon mijn rol erop toe te zien dat alle randvoorwaarden ingevuld werden. Dus ook dat Ansaldo haar verantwoordelijkheid nam. Ik heb bijvoorbeeld, maar werd die anders, die verantwoordelijkheid van Ansaldo Breda of hun aanpak toen de treinen voortijdig waren overgenomen en dus de garantieperiode ging lopen? Want dat was mijn vraag. Gingen ze kijk, op dat moment de houding veranderde niet? Nee, de houding veranderde in die zin niet. Ze wisten dat ze hartstikke verantwoordelijk waren voor het uitvoeren van de garantieherstelling. Maar het was wel complex, zegt u, want de dweil was in Amsterdam en de loodgieters in Italië. Ja. Ja, dat lijkt me lastig om dat te overbruggen. Nou, betekent dat je in sommige gevallen, als de structurele verbetering op zich laat wachten, dat je extra crew in moet vliegen in Amsterdam om aan die garantieverwachting te kunnen blijven doen. Want ik kon het me niet permitteren, en het zou me ook niet gebeuren, dat die treinen stil zouden staan, omdat de Italianen met vakantie waren. Ja. Heeft u ooit gedacht, dit is dweilen met de kraan open? Mensen verwachten dit. Dat is natuurlijk een te verwachte uitspraak van u. Ik heb dat af en toe wel eens gedacht. Ja. Ja. Okay. Vond u het nou achteraf, want er is een overleg geweest tussen HSA en Netrain in juni 2012. En in dat overleg wordt eigenlijk getwijfeld om nog meer treinen voortijdig over te nemen. Maar uiteindelijk wordt wel besloten om dat proces toch voor te zetten, om meer treinen voortijdig over te nemen. Vond u dat verstandig? Mij is in ieder geval gevraagd of de treinen in de status waarin ze verkeerden, of we dat konden behappen als onderhoudsorganisatie. En ik heb daar analyses op gemaakt en ik had een bepaald aantal treinen wat ik op een bepaalde manier kon onderhouden. Wetend dat het 2 keer zoveel inspanning vroeg, 2 of 3 keer zoveel putspoorcapaciteit vroeg, veel grotere belasting op de logistieke processen. Wat was uw antwoord toen de vraag kwam, kunt u het aan? Ja.
En vond u het een verstandig besluit? Want we hadden het net even over dweilen met de kraan open. En vervolgens ga je nog meer treinen voortijdig overnemen. Ik vond het op dat moment een verstandig besluit. Ja. Voor zover ik kon overzien. Als het nou de fabrikant zijn of de bouwers zijn geweest van een huis. Of een aannemer. Zou je dan verder zijn gegaan met dat proces om nog meer zaken te doen? Ik begrijp niet helemaal wat u bedoelt. Ik wilde even inspelen op het voorbeeld wat u zelf gaf over een huis. Maar op het moment dat je zulke ervaringen hebt met een fabrikant, dat het lastig is om problemen op te lossen. En toch ga je nog meer verplichting aan, want je gaat nog meer treinen overnemen. Is dat dan verstandig? Ik denk dat het verstandig was voor het aantal treinen waar we het voor gedaan hebben. In de tijdsgeest, met de wetenschap, hoeveel treinen we nodig hadden in december. En die moet je wel voor die tijd hebben. En ik heb dus vooral gekeken van, kunnen we die extra inspanning nodig om die treinen rijdend te houden? Of elke keer na een defect weer beschikbaar te stellen? Kunnen we dat aan? Maar meneer Liefding, u zegt dus in feite, we konden niet anders, want er moest gereden worden. Dus het was in die zin verstandig, want anders hadden we geen treinen gehad om te rijden. Maar mijn vraag aan u was, is het nou verstandig om treinen over te nemen die nog niet klaar zijn, waar er problemen mee zijn? En waarvan u ook zegt, die samenwerking met Oswald de Breda, dat was heel complex. Is het dan verstandig om nog meer treinen over te nemen? Als er geen tijdsdruk is, is het niet verstandig, want dan is die noodzaak er ook niet. Ja. Dus als er geen tijdsdruk zou zijn geweest, zou u het eigenlijk niet verstandig hebben gevonden om nog meer treinen over te nemen? Ik zou zeker wel een paar treinen hebben overgenomen, want je doet ontzettend veel ervaring op met een trein als je ermee kunt rijden. Het maar is minder treinen waarschijnlijk dan op dat moment. Dan hadden we er niet 9 overgenomen. Ja. Ik geef het woord even aan mevrouw Vos. Ja, nog even op dat dweilen en kraan open en overname. Vindt u nou dat die trein te vroeg uit de fabriek is gekomen? Nou, als je de 100% goede trein wilt hebben, dan had je met minder tekortkomingen had je overgenomen. Dan is je te vroeg de fabriek uitgegaan, maar... U zegt de tijdsdruk rechtvaardigt dat hij in deze status uit de fabriek is gekomen. De tekortkomingen die gesignaleerd werden... waren afhankelijk van structurele verbeteringen en de tekortkomingen die ook in Amsterdam verholpen konden worden. Dat was in ieder geval dan voor NSFC een aanleiding om te accepteren dat die trein met die tekortkoming naar Amsterdam kwam. En voor mij gold eigenlijk binnen dat proces niet die fases, maar vooral het moment dat de trein overgedragen werd aan NS, zodat ik wist in welke status ik hem in onderhoud moest doen. En daar had ik zicht op en dat kon ik... ook georganiseerd krijgen. Maar u kreeg steeds meer zicht. En als we even de analogie met een kinderfiets. Zou je, als je een kinderfiets koopt en je ziet deze tekortkomen, zou je dan ook de tweede en de derde dan kopen? Ja, idealiter niet. Idealiter niet. Dus het is, die tijdsdruk heeft wel druk gezet op een proces wat idealiter dus niet... Nou, volgens mij ben ik daar heel duidelijk in geweest. Als die tijdsdrukken niet zou zijn, dan accepteer je iets pas als het 100% goed is. Want dat heb je contractueel afgesproken. En nu hebben we iets. Nu is er iets door NSFC geaccepteerd. Waar afspraken over gemaakt zijn hoe die trein uiteindelijk in de verwachte contractuele staat gebracht zou worden. En het werk wat er in die tussenliggende periode extra aan gedaan moest worden, dat heb ik geanalyseerd en dat konden we als onderhouder bemannen. Oké, die inschatting heeft gemaakt. Want u zei dat net al, pas toen die treinen in Nederland kwamen, leerde u de treinen pas echt goed kennen. En wat viel u toen op? Wat ons vrij snel opviel is dat er zelfde problemen bij meerdere treinen terugkwamen. Dan hebben we het over de structurele problemen. Voorbeeld? En dat zijn toch wel de structurele problemen die u zelf al een paar keer heeft genoemd. Tractie. En... dat was wel de rode draad. Het was niet zo dat bij de overdracht van nieuwe treinen er erg veel nieuwe punten bij kwamen. Het waren vrij veel punten die bij alle treinen steeds terugkwamen. En dat leerde u eigenlijk pas kennen toen u die treinen daar in de Watergraafsmeer had. En had u dat nou verwacht nog?
Nou, op dat moment had ik het verwacht, omdat dat beeld, dat eerste beeld, kwam redelijk overeen met de ervaringen die HSA opdeed in de loan use periode. Ja. Waarin machinisten van HSA hun informatie ook deelden met Netrain waar ze tegenaan gelopen zijn. Dus we kregen daardoor een veel inhoudelijker inzicht in wat er werkelijk aan de hand was. Ja. Juist door doordat die machinisten ook input en feedback gaven, kreeg u echt een goed beeld van, ook voor uzelf, wat voor extra werk het zou met zich meebrengen om deze treinen goed te kunnen onderhouden. Sorry, ik was mijn zin is te lang. Nee, ik had eigenlijk zoiets van, ik heb eigenlijk vertrek in een slok water. Ja, dat moet u zeker doen, dat is eigenlijk een heel goed idee. De treinen staan in Nederland. U krijgt ook door de feedback van de machinisten echt nu een goed beeld van wat die treinen zijn en hoeveel tijd het u extra ook kost om die treinen te onderhouden. Ja. In september... nou, je krijgt inzicht in de storingen. En je krijgt dan ook inzicht in wat is de impact van zo'n storing en wat kun je eraan doen om het ongemak tijdens de rijdende dienst daarin te minimaliseren. En had je dat inzicht nou ook van tevoren kunnen krijgen, dus toen die treinen nog in Italië stonden? Nee. Of is dat inzicht dat je sowieso alleen maar krijgt? Nee, dat moet je echt door hem in te zetten, door hem te gebruiken. En daarom, dat is een beetje hink op twee gedachtes. Niet afnemen omdat hij nog niet 100% is, is ook een utopie dat je dan een trein krijgt die ineens 100% is. Een trein is 200 meter techniek. Dat betekent dat er altijd dingen naar boven komen die je pas ziet op het moment dat je met die trein gaat rijden. Is dat met alle treinen zo? Ja. En met deze trein iets meer dan de andere treinen? Met deze trein vond ik vooral dat het heel lang duurde, sterker nog, we hebben het zelfs niet meegemaakt, dat de structureel geconstateerde problemen verholpen werden. Ja. En daar zit het grote verschil. Die loodgieters uit Italië die uiteindelijk niet kwamen. Ja. En dan in september 2012 gaat dan de Vira rijden tussen Amsterdam en Rotterdam. Ja. Hoe presteren de treinen toen? Die presteerde conform verwachting. Ja, dat klinkt misschien gek, maar mijn verwachting als onderhouder was, ik moet minstens één trein achter de hand hebben. Ja. Dat op het moment dat er een storing is aan de trein die ingezet wordt. En dan moet u niet denken dat een storing meteen betekent dat de reiziger veel ongemak ervaart, vertraging oploopt of een uitgevallen trein. Maar het kan bijvoorbeeld zijn dat er een deur buiten dienst gezet moet worden, omdat het deursysteem niet goed werkt. Op het moment dat ik het risico loop dat er twee deuren naast elkaar uit dienst genomen moeten worden, dan is de afspraak met de vervoerder dat die trein uit de dienst genomen moet worden. Dus voor mij zijn dat soort storingen al aanleiding om te zeggen van, als een deur defect was, laat hem dan in Amsterdam meteen doorrijden naar de Watergraafsmeer. Dan zorgen wij ervoor dat er weer een goede trein beschikbaar staat op Amsterdam, zodat we de dienstregeling kunnen vervolgen. Hm. Dat is twee keer zoveel werk als wat je normaal gesproken mag verwachten. Daar waren we op ingericht. Maar het was wel werken. U zei conform verwachting. Uw verwachting was gewoon laag. Mijn verwachting was bijgesteld op wat ik kon voorzien, ja. En die was absoluut lager dan wat je uiteindelijk hoopt. Zo redeneer ik ook altijd. Dan valt het altijd alles mee. Maar de verwachtingen waren lager, zeg maar, dan bij een andere trein. En omdat het dus volgens die verwachting vanaf september ging, kon niet redelijk aan. Ja, laat ik zo zeggen, het zou een serieus probleem geweest zijn voor ons als onderhouder, als wij niet wisten dat er twee keer zoveel werk was aan die treinen. Want dan had je er niet op in kunnen richten, dan hadden we chaos gekregen. Je had veel capaciteit, dus ook beschikbaar. Wat heeft u dan gedaan om de prestaties van de treinen te verbeteren? Nou, wat we vooral gedaan hebben om de prestaties te verbeteren, maar dan praat ik al over december, ik weet niet of u daarop doelt. Bij het uitblijven van structurele verbetercapaciteit in Italië, hebben we op initiatief van HSA met Netrain, hebben we eigen, engineeringsteams gegroepeerd van specialisten van Netrain en externe specialisten en operatorspecialisten op de betreffende systemen waar de grootste verstoorden zaten. Wij noemden dat de bedrijfszekerheidsteams, om eigenlijk zoveel mogelijk data te verzamelen en het liefst samen met Ansaldo, om met die kennis in ieder geval het proces van structurele verbetering op gang te krijgen. Want het duurde maar en het duurde maar. Ja, want ik ben wel benieuwd wat Ansaldo Breda dan deed om die problemen, die betrouwbaarheidsproblemen op te lossen. Daar waren wij ook zo benieuwd naar en elke keer moesten we doen met een toezegging. Ze deden dus niks, zegt u dat? Nee, dat weet ik niet. Ik zag geen resultaat. Dat weet ik. Oké, u heeft geen resultaat gezien. En hoe beoordeelt u dan de inzet van Ansaldo Breda in die periode? Nou, volgens mij heb ik dat net al een keertje mogen noemen. Dat er een verschil zit tussen
inzet in de vorm van loyaliteit, ervoor willen werken, ervoor werken om het een succes te maken. Met de Italianen die ik in Amsterdam om me heen had, daar was niemand erbij gebaat dat het project geen succes zou worden. Dus het waren allemaal mensen die vreselijk gedreven waren, die gelukkig ook kundig waren. Die dweilploeg. Die dweilploeg, ja. Ja. Maar die wel de beperking hadden dat ze de storing moesten verhelpen, ja, maar niet structureel konden verbeteren. Ja. Dat waren dus allemaal beloftes vanuit Ansaldo Breda in Italië, die niet, uiteindelijk waarvan u het resultaat niet zag. In ieder geval in een aantal gevallen onvoldoende. We hebben natuurlijk verbeteringen die voorgesteld worden, die dan doorgevoerd worden, maar nog niet tot het gewenste resultaat leiden. Ja. Je hebt met software te maken, er komt een software release en bij de software release wordt van alles beloofd. Helder. Ja. Je hoopt dat het uitkomt. Ja. En de praktijk is dat een deel uitkomt en een deel schuif je naar de volgende release. Ja. Dus je bent wel continu bezig om scherp te zijn. Je probeert voortgang te boeken. En ik moet zeggen dat daar de druk die NSFSC op Ansaldo heeft gedaan, volgens mij ook extreem hoog was. Alleen we hebben het niet in beweging gekregen. Althans, ik heb het resultaat daar niet van bespeurd. We hadden het net over, je bent daar dus 15 keer geweest, of bijna 20 keer. De kwaliteitsinspecteurs, hadden zij dit nou moeten zien? Die problemen waar u dan, als u dan eindelijk met die treinen gaat rijden, dit ander type problemen dan die afwerkproblemen, had dat gezien moeten worden, denkt u? Ik denk dat die problemen manifesteren zich vooral op het moment dat een trein in Nederland is. Ja. En tijdens de testen die in Nederland en in België op conventioneel en op het hoogsnelheidsnet plaats moeten vinden, dat daar kwamen ze ook naar boven. En daar had veel meer energie in gestoken moeten worden vanuit Ansaldo om die verbeteringen ook te bewerkstelligen. En die testen voordat je een trein afneemt. En dit zie je niet in de fabriek. Dit zie je niet bij hoogspanningstesten die ze in Italië in de fabriek ook gedaan hebben. Dit zie je vooral op het moment dat je met die trein rijdt op de betreffende infra. En daar moet je vooral bij sturen. We hebben er ook wat dat betreft om verzocht, om toen we die bedrijfszekerheidsteams hadden, om niet alleen onze engineers data te laten verzamelen, maar die mensen uit Italië, die engineers, de loodgieters, om die ook veel meer naar Nederland te halen. Maar is dat nog gelukt? Ja, ik geloof wel dat er in december de eerste loodgieters kwamen. En weet u nog of zij ook daadwerkelijk ook echt wat hebben gedaan toen aan die trein? Ja, ze zijn in dat onderzoekstraject zijn ze meegenomen. En als u nou vraagt van wanneer was dat precies, het zal waarschijnlijk tweede helft december, januari geweest zijn. Ja. Het nadeel is natuurlijk dat er van alles nog gebeurd is, waardoor het op een gegeven moment een hele andere wending kreeg. Ja. Ja. Oké, dank u wel. Ik geef het woord aan mevrouw Bergkamp. Ja, vervolgens, meneer Liefting, wordt er in december 2012 wordt er van start gegaan met het traject Amsterdam-Brussel. Er waren op dat moment 7 treinen beschikbaar, maar er konden maar 3 treinen tegelijkertijd worden ingezet. Hoe komt dat? Volgens mij heb ik dat net al een paar keer gemeld. Dat is de relatie van wat is de status van de trein? Welke extra activiteiten moet je doen om te zorgen dat een trein in de dienst eenmaal rijdt, ook blijft rijden. En als hij defect gaat, te zorgen dat er direct een warme reserve, de kreet die ik gisteren ook een paar keer gehoord heb. In ieder geval een reserve die klaar is om direct ingezet te worden, dat die klaar staat. En dat maakte dat we eigenlijk op elke inzetbare trein er altijd 1 achter de hand hielden om zoveel als mogelijk een betrouwbare dienstregeling te rijden. Maar mijn vraag was, en u vertelt het ook heel zorgvuldig, dus dat is heel, heel prettig. Is het nou gebruikelijk dat je zoveel treinen achter de hand moet houden? Had dat te maken met de betrouwbaarheid van het materieel? Het is denk ik niet gebruikelijk dat je 1 op 1, 1 reserve op 1 inzet bij de trein. Dat is niet gebruikelijk. Nee. Nou, is het, ik zit nog even te kijken van, het had dus ook heel erg te maken met de grenzen van u ook als organisatie, wat u zelf kon handelen. Als wij werkzaamheden uitvoeren, dan wil ik dat we daar ook voor kunnen staan. Dus op het moment dat het aantal extra handelingen, maar dat geldt niet alleen voor de onderhouder, maar dat geldt ook voor de operator. Als je, wat we dan workarounds noemen, je kunt veilig een trein inzetten, maar je moet op een bepaalde manier bij de bediening rekening houden met bepaalde meldingen die je op een andere manier moet interpreteren. Of als onderhouder moet je extra handelingen doen. Dat moet je niet tot in lengte van jaren moeten doen. Dat moet je ook niet voor 19 treinen willen doen. Want dan loop je gewoon risico's
dat dat zo vaak gebeurt en dat daar fouten door gemaakt worden. En dat wil ik voorkomen. Dus daar bewaakte ik vooral welke workload kunnen we op deze manier aan om te kunnen blijven verantwoorden dat we het goed doen. Ja, en dat had er dus ook mee te maken dat drie treinen, zeg maar, die ingezet werden, dat u dat net aankon. Dat betekende dat we in de periode waarin dat gebeurde veel van de werkplaatscapaciteit nodig hadden om die 6-7 treinen elke keer weer te onderhouden, te laten herstellen. Want al die herstellingen waar al saldo voor nodig was, al die putspoorcapaciteit die er voor nodig was, ja, volgens mij was 80% van de operatie was om drie treinen rijdend te houden. Ja. Nou, we hebben ook gekeken naar de prestaties van de Vira. Als ik daar zo naar kijk, dan lijkt me het echt dat NetTrain echt een topprestatie heeft moeten leveren om alle ballen in de lucht te houden. Dubbele bezetting noodzakelijk. Voor elke trein die rijdt, staat er één in de reparatie. Vervolgens maximale inspanning onderhoudsbedrijf na iedere rit voor treinstel vervangen. Onevenredige inspanning om van die 7 treinen er 3 inzetbaar te houden. Dus in ieder geval, wij kregen de indruk dat er echt met man en macht werd gewerkt bij NetTrain om zo goed mogelijk een uitgeklede dienst in stand te houden. Dat is ook mijn ervaring. Er is met man en macht gewerkt om het binnen de kaders van de beperkte dienstregeling tot een succes te maken. En we wisten dat het een dobber werd, dat het een zware dobber was om dat te realiseren. Maar iedereen stond wel in het standje, we gaan daarvoor. Dus ja, dat klopt. Was het nou verantwoord vanuit het oogpunt van betrouwbaarheid om in december van start te gaan? We hebben gisteren ook gesproken met de heer Oosthoek, de bedenker van het integrale proefbedrijf, generale repetitie zonder reizigers. Ja. En die zei ook, ja, het was een beetje kiezen tussen geen dienst of een onbetrouwbare dienst. Ja. Ja. Ja, als u mij vraagt, is het verstandig? Het was niet aan mij om te bepalen of het verstandig is. Voor mij was het een gegeven, we beginnen in december en ik richt me er dan op, wat moet ik regelen om het in december te laten slagen? Ja. En u had op dat moment zorgen over de betrouwbaarheid, of de dienst betrouwbaar uitgevoerd zou kunnen worden? Ik had een verwachting met de randvoorwaarden die we daarvoor ingevuld hadden. Heel veel extra herstelcapaciteit van Ansaldo, die 7x24, bijna 7x24 uur aanwezig waren. In veel grotere getalen als dat we daarvoor hadden. Met de prioriteitsstelling voor de werkzaamheden die we hadden gedaan. Dat we in staat waren om dat te kunnen doen. Ja. En wat was uw verwachting dat er een betrouwbare dienst gereden kon worden? Dat hangt natuurlijk altijd vanaf wanneer iets betrouwbaar genoeg is. Mijn verwachting was dat we redelijk tot een redelijk betrouwbare dienstregeling van rond de 80% zouden in staat moeten zijn met de 10 slagen die we met 3 treinstellen zouden moeten doen, waar ik er 6-7 voor beschikbaar moest hebben. Nou, we hebben gisteren gesproken met de heer Oosthoek over die ingebruikname-adviezen. En zijn conclusie was vanuit de adviezen die hij had gegeven, die bij u ook bekend waren, dat er geen progressie in zat. Dat er op een gegeven moment dat men eigenlijk nog minder wist. Er zijn verschillende adviezen gegeven en dat er eigenlijk geen voorspelling gedaan kon worden over de exploitatie, over de dienstregeling. En toch, zegt u, was uw verwachting van als we met man en macht gaan werken, dan gaat het lukken om een betrouwbare dienstregeling te krijgen. Waar was dan dat vertrouwen op gebaseerd? Het vertrouwen wat ik heb is over wat er aan mij gevraagd werd, aan NetTrain gevraagd werd, om te kunnen mobiliseren. En dat was, bent u in staat om 3 treinen beschikbaar te hebben en om die 3 treinen beschikbaar te hebben voor de dienstregeling, ook voor elke trein minimaal 1 warme reserve achter de hand hebben. Ja, dus ik ben vooral gaan kijken van, kan ik dat invullen? En dat was ook de boodschap richting de vervoerder die de afweging maakte, waarin hij met veel meer elementen te maken had. Ik heb geen oordeel over die andere elementen, want daar heb ik geen kijk op. Maar je doet het uiteindelijk toch ook voor de reiziger? Natuurlijk, en daarvoor was de bijdrage die NetTrain kon doen, zijn wij in staat om met de prioriteitsstelling, de logistieke processen en de inspanning aan zowel Ansaldo als aan NetTrain kant, 7 treinen in onderhoud te nemen, waarvan er steeds 3 inzetbaar zouden zijn voor de dienstregeling. Ja. Met een betrouwbaarheid van rond de 80%. Ja. En daar was onze inschatting, ja, dat deel van de keus, die denken wij te kunnen houden. Ja, dus u dacht van, met mannen mag werken, dan kunnen we dat, hè, met die 3 treinen, dat gaat ons lukken, hè, vanuit onderhoud. En u heeft geen opvatting of dat ook zou leiden tot een betrouwbare dienst. U zegt, dat is eigenlijk van een andere, dat is een andere verantwoordelijkheid. Dat is iets van de uitvoerder. Laat ik het anders zeggen. Een betrouwbare dienst wordt bepaald door meerdere elementen. En een van de elementen daarin is dat de trein niet faalt.
Er kunnen allerlei verstoringen zijn waardoor de reiziger geconfronteerd wordt met vertraging of uitval. En materieel is een belangrijke verstoring die daar invloed op kan hebben. En ik kan alleen iets melden als onderhouder van hoe we dat kunnen sturen, schrap bijsturen. Dat heb ik net geprobeerd uit te leggen. En meneer Oosthoek zei dat hij voorafgaand aan de start een korte nacht heeft gehad. Dat hij ook dacht van, oh, als het maar gaat lukken, hoe was uw nacht? Ik had wel vaker een korte nacht door die trein. Ja. Ja. Maar speciaal zeg maar voor aanvang? Ja, tuurlijk. Ik bedoel, we waren allemaal gebrand op het tot een succes maken. Dus iedereen die was erop gebrand om daar meer dan 100% inzet in te steken. En ja, dat was bij mij ook zo. Ja. Maar ook zorgen? Als het maar goed gaat? Ik moet zeggen dat ik redelijk met een goed gevoel erin ging. Omdat datgene wat we hadden beloofd, wij waren daar, vond ik, klaar voor. Ja, ik merk dus, het bij de vraag, u brengt het steeds weer terug op de verantwoordelijkheid van Netwin. Ja, maar dat volgens mij was mijn rol binnen het project, u vroeg naar mijn ervaring. Dat begrijp ik, maar ik denk dat je uiteindelijk met elkaar, welke partij dan ook, uiteindelijk wil een betrouwbare dienst. U zegt van nou, de opdracht die ik kreeg, daar ging ik voor. En daar hebben we echt met man en macht aan gewerkt. Maar ik vraag u soms ook even buiten uw eigen kamer te denken. De heer Oosthoek gaf gisteren aan van ja, we wisten dat er een onbetrouwbare dienst zou komen. Dat wist u van tevoren. Wist u dat ook? Je weet per definitie, als je een nieuwe dienstregeling start, waar de verwachting hoog gespannen is. Sorry meneer Liefde, ik ben niet zo geïnteresseerd in algemene dingen, maar specifiek kijkend naar de Vira. Had u de verwachting dat er een betrouwbare dienst gestart zou worden? Ik had niet de verwachting dat vanaf dag 81% zou zijn. Ik had absoluut de verwachting dat we na een korte aanloopperiode rond die 80% zouden uitkomen. En een korte aanloopperiode zit dan te denken aan binnen een paar weken. Dus u dacht niet dat de afspraken die gemaakt waren ook in de concessieovereenkomst vanuit de uitvoerder gehaald zouden worden? De punctualiteit en uitval. 80% zou begin ook niet gehaald worden. U zei wel de verwachting dat dat later op dat niveau zou komen. Ja. Dus in ieder geval bij de start wist u ook dat er niet een betrouwbare dienst uit zou komen, kijkend naar de doelstellingen en de reiziger uiteindelijk, die natuurlijk ook een verwachting had van de dienst. Ja. Alle kaarten op de Vira, want er was geen alternatief. Er was geen Benelux-trein meer. Vond u dat nou verstandig dat alle kaarten op de Vira werden gezet? Nee, ik vond het niet verstandig, maar voor mij was het een gegeven. Niet verstandig, maar een gegeven. En, en het voordeel van dat gegeven is dat de aandacht van de organisatie wel gefocust is. Ja. Het risico wat je loopt met alternatieven in de lucht houden, is dat de energie met een beperkt aantal mensen verdeeld moet worden over meerdere alternatieven. Het voordeel van de keus vond ik dat alle energie gericht was op één proces wat moest slagen. Ja. Het is des te spijtiger dat het resultaat wat anders was. Zeker. Ik geef het woord aan mevrouw Vos. Nog één korte vraag. Dat onderhoud, kon u dat nu juist aan omdat er zo weinig treinen eigenlijk werden gebruikt? En zou het dus lastiger worden als er veel meer treinen zouden worden ingezet? Ik was absoluut heel alert op dat de verwachting om bijvoorbeeld een dienstregeling die met 10 slagen begon, dat die niet al te makkelijk verhoogd zou worden naar meer treinen als structurele verbeteringen uitbleven. Ik zocht absoluut wel elke keer naar, we kunnen best meer. Mm-hmm. Maar dan moeten we zorgen dat er minder werk per trein is. Op het moment dat je evenveel werk per trein hebt en je gaat meer treinen afnemen, dan kom je op een gegeven moment op het punt dat je een ongewenst niveau gaat bereiken. Dus je kon het eigenlijk alleen maar redden met gewoon minder treinen die je moest onderhouden? Zolang er geen verbetering, structurele verbetering was, moest ik rekening houden met een reservetrein op een inzetbare trein. Ja, oké. Okay. Het wordt mevrouw Bergkamp. Ja, meneer Liefting, in 2011 heeft Netrain een analyse gemaakt over de winterbestendigheid van de Vira op basis van internationaal onderzoek, op basis van de ervaringen met de Vira. Wat waren uw bevindingen? Ja, wat we gedaan hebben is op basis van de ervaring die we met ander materieel hebben opgedaan bij NS, maar ook ervaringen uit Europa, hebben we gekeken, voor zover dat kon, zijn de kritische delen aan de trein waarvan je kunt zeggen van, nou, dat zou wel eens kritisch kunnen worden op het moment dat we die onder extreme windomstandigheden inzetten.
Dat was ook een beetje het doel van die analyse. Je kunt dat niet doen op basis van exacte wetenschap, want we hadden nog niet de ervaring met die trein. En de trein was in die fase ook nog helemaal niet klaar. Dus we konden niet zeggen van het is zo. Maar we hadden wel aandachtgebieden daarmee gedefinieerd waarvan we dachten van hier zal je waarschijnlijk geen probleem hebben, want waar we bij een intercity wel probleem hebben, dat onderdeel zit in deze trein op een andere plek. Daar kan helemaal geen sneeuw of ijs bij komen. En we hadden ook onderdelen, zoals de tyfo, nou die foto's zijn nu wellicht ook bekend, dat die op een bepaalde manier gemonteerd waren, waarvan ik dacht van nou, als het flink gaat sneeuwen, dan wordt het horentje een soort sneeuwhapper en dan komt er hooguit een klein fluitend geluidje nog uit, ja. Maar geen tyfoonklank. Maar u zei ook iets over de snelheid beperken. Een advies? Ja, ik geloof dat ik in het memo iets gezegd heb dat normaal gesproken bij ijzelvorming op de rijdraad, dan wordt de stroomafnemer, de pantograaf zoals die noemen, dus die contact maakt met de bovenleiding, dat die dan behoorlijk onder spanning komt te staan. Ja, dus misschien mag ik hem even voorlezen zoals dat in de notitie staat. Ja. De drijfstellen zullen bij sneeuw vol komen te zitten met sneeuw en ijs. Wanneer zich sneeuw en ijs ophoopt onder de magneetremmen, heeft dit een ernstige invloed op de remweg. Een reductie van de maximumsnelheid, mogelijk zelfs tot 160, is dan ook te verwachten. Ja, op het moment dat er extreme wintersomstandigheden plaatsvinden, ja, was dat ons beeld. Advies, op dat moment gebaseerd op wat we konden zien. Ja. En u gaf ook aan dat het met speciaal, ik zeg maar even, antivriesmiddel de trein behandeld zou moeten worden. Kunt u dat nog toelichten? Nee, wat ik aangaf, ik weet niet of ik dat in de memo heb aangegeven, maar er zijn onderzoeken. En in die periode, en dan heb ik het ook al echt over de periode van de winter die speelde, was NS er nog niet op ingericht om al het materieel al van dat middel te voorzien. Daarnaast was het een middel waarvan je een voordeel hebt dat de sneeuw niet aanhecht, maar voor bepaald materieel was nog niet uitgezocht of de gevolgen van het gebruik van dat middel weer nadelige invloed zouden kunnen hebben op bijvoorbeeld de rubbers die rondom machetten, rondom remkleppen zitten. Ja, dat, en we hebben toen gekozen om dat niet toe te passen, omdat we het ook nog niet bij de ICA toepasten. Dus ik had geen aanleiding. Ja, we komen straks bij wat er wel is gedaan en wat er niet is gedaan. U geeft dus een aantal aanbevelingen, iets over de snelheid en ook over het horentje wat sneeuw gaat happen, zeg maar. Zijn uw aanbevelingen opgevolgd? Er is kennis van genomen. En opgevolgd gaat wat ver. Er is duidelijk in het contract afgesproken dat de trein qua ontwerp moet voldoen aan het in kunnen zetten onder extreme windsomstandigheden zoals die in Nederland zich voordoen. En dat was ook de verwachting die we richting Alsaldo hadden, dat ze zich moesten, dat ze bewust moesten zijn dat maar het was. U brengt niet voor niks zo'n advies uit. U zegt, er is kennis van genomen. Zegt u daarmee ook, het is niet overgenomen, de aanbevelingen? Ik weet niet. Of ik heb de vraag gekregen van het strategisch overleg om die analyse te doen. Ik heb het ook teruggekoppeld aan het strategisch overleg. En bij het opstellen was ook de technisch projectleider van NSFC betrokken, de heer Langelo. En ik weet niet wat er expliciet met de informatie van Netrain gebeurd is richting Alsaldo. Ja, u weet dus niet of er opvolging is gegeven aan uw advies, aan uw aanbevelingen? Nee, en ik weet ook niet hoe het eventueel nog gedeeld is met ze. Oké, dus u heeft alleen maar begrepen dat het er kennis van genomen is. En het is u onduidelijk of er echt iets mee gebeurd is. Want de heer Richard de Leeuw die zei, er is niets met de notitie gedaan omdat de treinen al ver in een stadium van bouw zouden zijn. Maar u geeft ook een aantal aanbevelingen die je op de korte termijn kan doen. Ja. En dat lag denk ik op het scheidsvlak van je koopt een trein die contractueel aan dit probleem. Of daar moest hij op ontworpen zijn, want er was heel expliciet melding van gemaakt. En om nieuwe discussie over aanpassingen die weer tot mogelijke discussies over planning zouden kunnen leiden, vermoed ik dat de discussie niet met Alsaldo gevoerd is. Maar het is wel teleurstellend toch, dat u een advies maakt en dat de projectleider zegt van nou, we hebben er eigenlijk niets mee gedaan. U maakt zo'n advies niet voor niks op basis van uw ervaring. Ja, nee, dat klopt. Ja. En je loopt daarmee het risico dat als het zich wel manifesteert, dat onder garantie de herstelling alsnog moet plaatsvinden.
Nou ja, in januari 2013 gaat het sneeuwen en krijgt de Vira last van verschillende problemen. En een aantal van die problemen heeft u al eerder gesignaleerd in uw notitie. Ja. En die treden ook op. We hebben het net gehad over dat horentje wat problemen krijgt. Maar ook de traptreden, dat heeft u ook in die notitie heel expliciet gemaakt, dat er problemen te verwachten kunnen zijn. Problemen met de tractie, binnendringen van sneeuw. Dus een aantal van die dingen die u signaleerde in die notitie, waar alleen maar waarschijnlijk mensen kennis van hebben genomen. U heeft er wel een aantal dingen gesignaleerd die later ook zijn gebeurd. Ja, ik moet zeggen, goede engineers hebben die analyse gemaakt, ja. Ja. Kan je nou ook zeggen dat een aantal problemen voorkomen hadden kunnen worden door uw adviezen op te volgen? Vanuit uw expertise? Ja, ik denk zeker achteraf dat het probleem rondom de klaptreders was een fenomeen. De horen was een fenomeen waar vooraf meer energie al in had kunnen worden gestoken. Ja, had zegt, problemen kunnen verhelpen. Niet het probleem wat zich gemanifesteerd heeft. Niet wat alle we niet problemen, hadden onderkend, maar wel een deel van de problemen. Maar een deel van de problemen had je kunnen voorkomen. Ja. Had dat nou ook te maken met ook die snelheid van de trein? Want u gaf ook een soort advies aan. En er is nog wat discussie of er nou echt sprake was van heftige weersomstandigheden of niet. Maar u gaf wel een advies van die snelheid moet eigenlijk omlaag worden gebracht. Dat is niet gebeurd. Nee, het advies wat daarin stond had vooral betrekking op, noem het even, ijsvorming op de bovenleiding. Waardoor je het risico loopt als je daar te hard rijdt. Dat de bovenleiding stuk gaat of de stroomafnemer stuk gaat. En dat moet je voorkomen door snelheid beperken. Dus het had eigenlijk te maken met iets anders. Nou ja, laat ik zo zeggen, ik had niet persoonlijk niet het idee dat een 10 centimeter snuifsneeuw, wat de situatie onder het extreemste, in het extreemste geval was, dat de extreme winterse omstandigheden waren. Dus ik had zelf nog niet het idee van, wow. Ja, mevrouw Thorburg heeft ook nog een keer gekeken of er een Elfstedentocht was. En die was er toen niet. Dus niet. Ons indruk was ook niet dat er echt een heftige sneeuwperiode was. Netwin heeft ook een winterprogramma, speciaal winterprogramma. Klopt het dat de Vira daar niet mee behandeld is? Dat die niet meegenomen is in dat speciale winterprogramma? Dat hangt er vanaf wat u onder het winterprogramma verstaat. Wat wij altijd wel doen, is dat, maar dat geldt voor elk materieel, dus ook de Vira. We kijken naar als een terrein 's avonds bijvoorbeeld op een opstelterrein geparkeerd wordt. Hoe parkeer je hem om te voorkomen dat de leidingen bevriezen? Dat zijn aanvullende adviezen hoe je eigenlijk een trein wegzet om schade die je kunt voorkomen. Het is als het aftappen van de waterleiding van je tuinkraantje. Als je dat niet doet, loop je het risico dat de leiding bevriest. En zo geldt het ook voor een trein. Als je een trein buiten zet en het is -10 en je doet daar niets aan, dan springen de leidingen. Dus daar zijn activiteiten voor bedacht, die zijn beschreven en die zijn ook uitgezet. Die zijn ook uitgevoerd voor de Vira. Uw winterprogramma is ook uitgevoerd. Maar dat is gekoppeld aan hoe je als onderhouder de trein wegzet en hoe je de volgende ochtend die trein ook weer wilt inzetten. Ja. En dan moet je rekening houden met de condities. En dus ook rekening houden om dat te voorkomen. Dus dat is voor ons een belangrijk punt om te weten. Dus de Vira heeft wel gewoon het speciale winterprogramma van Netwin gekregen. Ondergaan. Ja, de maintenance engineer van de VT50 heeft voor de VT50 de acties beschreven die daarvoor nodig waren. Ja, en dus in de matrix, want wij werken dan met de matrix wintermaatregelen bij Netwin, waar alle materieelseries in staan, waarin staat van welke activiteiten moeten wanneer uitgevoerd worden. De Vira kreeg een winterprogramma. Die kregen in ieder geval de werkzaamheden die nodig waren om die situatie die ik net schets, om te voorkomen dat materieel daardoor onnodig stuk gaat. En was dat een afgezwakt winterprogramma? Want volgens mij heb je verschillende winterprogramma's. Ja, wat ik net zei, we hadden de eerste onderzoeken gedaan met anti-icing machines. En dat betekent dat een aantal materieelseries al met anti-icing behandeld werden. Ja. En we hebben bewust gekozen om dat nog niet voor de icing is niet gebeurd. Dat anti-icing is niet gebeurd en dat had puur mee te maken omdat je dan op het raakvlak van hoe ga je om met de garantieaanspraken van een trein om. En we hadden er ook geen ervaring mee hoe bijvoorbeeld de ICA zich daar onder gedroeg. Ja, dus in ieder geval, er is een deel van een winterprogramma uitgevoerd, maar de icing of de anti-icing, dat deel is niet uitgevoerd omdat er risico's zouden zitten aan het gebruik van die middelen
dat ook de trein beschadigd zou kunnen worden? Dat vroeg nog nodig onderzoek. Okay. En daarin zou dan nog veel meer afstemming moeten plaatsvinden. Ja. Hoe dat zich verhield tot de garantieafspraken op een trein. Om te voorkomen dat als je het gebruikt en er gaat iets stuk, dat er dan geroepen wordt, ja, maar dat konden jullie zelf. Ja. Helder, nog één vraag. U zei, de Vira zou in alle weersomstandigheden in Nederland gewoon inzetbaar moeten zijn. Heeft Ansaldo de Breda nou ook instructies gegeven hoe om te gaan met deze trein in de sneeuw? Nee. In ieder geval kijken naar de onderhoudsaspecten. We hebben geen aanvullende onderhoudsvoorschriften gekregen die we moesten hanteren op het moment dat het materieel onder extreme winterse omstandigheden in stand gehouden moest worden. Helder. Ik geef het woord even aan mevrouw Van Torburg. U heeft dat winterrapport opgesteld in 2011. Mijn collega ging daarop in. Eén aspect daarin wilde ik nog even aan u voorleggen. Want daar staat namelijk ook in, dat lijkt een beetje meer over de constructie te gaan. Dus ik wil even goed begrijpen hoe dat zat. Was dat nou een advies aan de bouw of is het een onderhoudadvies? Want daar staat, de klaptreden zijn een open constructie. Als de klaptreden en hierna de deuren al open gaan, kan sluiten en een groene lamp twijfelachtig zijn. Is dat nou niet iets meer een advies van kijk naar die constructie of is dat iets wat je op een andere manier zou moeten onderhouden? Nee, dat is iets wat, dat was een risico, dat voorzagen we als een risico, omdat het een vrij open ruimte is. Je zag daar schakelaars in zitten en die schakelaars op het moment dat daar sneeuw bij kan komen, en er kon sneeuw bij komen, dan kan die sneeuw ophopen, dat kan ijs worden en dat zou kunnen betekenen dat de klaptreden misschien wel ingaat, maar de schakelaar niet functioneert. En dat betekent dat misschien de praktische functie van het deursysteem wel werkt, maar de machinist geen groene lamp krijgt, zoals ze dat noemen. Omdat het schakelaartje geeft niet het signaal af, omdat dat schakelaartje als het ware bevroren is. En dat zagen we als een risico. Oké, dus het heeft, want als ik het zo lees, als de klaptreden en hierna de deuren al open gaan, dat klinkt een beetje als de deuren al open gaan. Maar het ging meer over het signaal van de groene lamp. Ja. Oké, even om dat duidelijk te krijgen. Ja, we gaan diep. Nou, zeker. Dat had ik verwacht, hoor. Heeft Ansaldo de Breda nou ook adviezen gegeven om de snelheid te verlagen in bepaalde omstandigheden? Ja, want ik vroeg net aan u, van, hebben ze advies gegeven hoe om te gaan rijden in sneeuw? Maar was er nou ook een advies over die snelheid om die te verlagen? Niet dat ik weet. Ik heb in ieder geval in de documentatie daar niets over teruggevonden. Oké. Okay. Op 15 januari 2013 verliest de Vira een afdekrooster aan de onderkant. Op welke dag ontdekte u nu dat afdekrooster ontbrak? De 4812, het treinstel met de schade, die kwam binnen op de 15e in de loop van de ochtend. En daar bespeurden we dus een behoorlijk grote schade. Dat was op de 15e. Op de 15e ontdekte u schade, maar ook dat er een afdekrooster ontbrak. Ja, de schade was aan de hele onderzijde. Volgens mij heeft u het ook gezien, de schade. Maar in ieder geval zijn er heel veel foto's van gemaakt. Dus op meerdere plekken was de onderzijde behoorlijk gedeformeerd. En op één plek was een rooster zelfs, misten we zelfs. Dus dat ontdekte u de 15e? Ja. Op de 15e ontdekte u dat er een afdekrooster ontbrak en dat er nog meer beschadigingen waren. Maar pas op de 17e wordt er in België gezocht naar dat rooster. Er zit dus tijd tussen. Nee. Op de 15e misten we het rooster. Op de 15e hebben we actie ondernomen richting ProRail en richting Infrabel. Om te zorgen dat geschouwd werd waar dat rooster eventueel gevonden werd. Alleen hij is de 18e pas gevonden. Maar u zocht vanaf de 15e? Ja, tenminste wij hebben een melding gemaakt dat een schouwing wenselijk is om te weten waar hij eraf gegaan is. Maar een melding doen van een schouw wil nog niet zeggen dat u zelf het beeld heeft dat er actief gezocht wordt. Want wij hebben begrepen dat zo'n plaat, zo'n afdekrooster op de rails, dat echt een veiligheidsrisico is. Dat klopt. Ja, dat er zelfs een trein door kan ontsporen. Ja. Dus dat is een groot ding. U doet een melding over een schouw en vervolgens gaat u, neem ik aan, kijken van... Ik weet niet precies wanneer de melding op de 15e gedaan is, want de vervoerder HSA heeft het contact gehad met ProRail en met Infrabel om dat in ieder geval in gang te zetten. Ik ben daar op dat moment niet verder mee bezig geweest. Ik ben vooral op dat moment bezig geweest met, als ik deze schade zie, wil ik nu dat in ieder geval alle treinen zonder passagiers richting de Watergraafsmeer komen,
zodat ik ze in ieder geval kan schouwen. Maar we hebben begrepen dat pas de 17e om 10 uur er gezocht is in België, naar dat aftekrooster. Volgens mij is de 17e om 10 uur voor de tweede keer gezocht, nadat de eerste keer met een vrij hoge snelheid gezocht is. Dat is mijn informatie. En wanneer is er gezocht, zeg maar, de eerste keer met een hoge snelheid? Het luistert heel nauw. We vinden het als commissie belangrijk, omdat je hier natuurlijk sprake hebt van een groot veiligheidsissue. Wat ik net aangaf, we vonden het wenselijk dat er gezocht werd. HSA als operator heeft direct contact gezocht met de infrabeheerders om dat in gang te zetten. Ik weet niet wanneer dat precies in de tijd gebeurd is. Daar ben ik over gevraagd. En u heeft zich daar ook nooit verder in verdiept? Want ik kan me voorstellen dat u doet een melding. U ontdekt dat er zo'n aftekrooster ontbreekt, de 15e. Wij hebben begrepen dus dat de 17e in België om 10 uur er pas gezocht is. Maar u zegt, daarvoor is er ook al gezocht. Maar u weet niet meer precies wanneer dat was. Maar u weet wel dat 10 uur de 17e er voor de tweede keer gezocht is. Maar u weet niet wanneer U noemde de 17 om 10 uur. Ik heb volgens mij gezegd dat ik vooral aangegeven heb, samen met de materieelmanager van HSA, dat er direct een schouwing moet plaatsvinden. En het is de vervoerder die contact heeft opgenomen met de infrabeheerders om die schouwing in gang te zetten. En ik weet niet wanneer die schouwing precies heeft plaatsgevonden. Ik heb alleen wel in overleg met de materieelmanager van HSA dat proces direct in gang laten zetten. Maar op het moment dat je de 15e ontdekt dat er zo'n aftekrooster kwijt is en u doet een melding van een schouw, waarom zijn op dat moment niet alle treinen gewoon uit de dienst gehaald? Op dat moment omdat je een groot veiligheidsrisico hebt. Op dat moment was het voor mij, omdat het een groot veiligheidsrisico is, want dat zagen wij natuurlijk ook. En omdat wij vinden dat we in ieder geval de reiziger niet bloot willen stellen aan zo'n risico en herhaling, hoe dan ook willen voorkomen, was voor ons een reden om die treinen zonder passagiers, met aangepaste snelheid, richting de Watergraafsmeer te dirigeren, zodat we op een putspoor een goede schouwing konden doen van de status van de onderzijde van die treinen. En dat is ook wat we daarna direct in gang gezet hebben. Maar als wat ik geadviseerd heb, wat HSA direct in gang gezet heeft als operator. Maar als u zegt, wij overvragen u wanneer dat onderzoek heeft plaatsgevonden aan de Belgische kant op het spoor. En wat er gebeurd is tussen het moment dat u de melding doet van er moet een schouw komen tot het moment dat aftekrooster gevonden wordt, de 18e. Er zit best heel veel tijd tussen. Aan wie zouden wij die vraag dan moeten stellen? Wie weet dat? Wie weet dat? Volgens mij de mensen bij HSA die direct contact met de infrabeheerder hadden. En volgens mij was de materieelmanager Constant Broom was in ieder geval in contact daarmee. Maar dat was mijn dus de vervoerder moet dan uiteindelijk gaan zoeken. Ja. Moet contact opnemen met de Belgen. Want ik moet zeggen, ik schrik daar wel van dat de 15e zo'n aftekrooster, dat ontdekt wordt en dat vervolgens pas een paar dagen later dat aftekrooster wordt gevonden. En in de tussentijd, het is natuurlijk wel zo dat, en nogmaals, u kunt dat beter vragen aan iemand die aan de operatorskant daar meer ervaring in heeft. Volgens mij was er natuurlijk ook direct een melding naar al het rijdend personeel gegaan. Dat rijdend personeel in de treinen in ieder geval ook hun ogen tekort gaven dat de baan vrij was. Dus maar was meer. Maar in de tussentijd rijden er zo'n Thalys rijdt dan toch ook nog met een noodgang over dat spoor? Wat ik al zei, u overvraagt me op het moment dat u nu een duidelijkheid wil op tijdniveau, wanneer die schouwing heeft plaatsgevonden, weet ik niet. Maar als ik u voorhoud, 15e geeft u aan, ontdekt u het mis van de aftekrooster. De 18e wordt dat aftekrooster pas gevonden in België. In die tussentijd zijn gewoon treinen met een behoorlijke snelheid blijven rijden. Ook een Thalys die reed nog met een noodgang over de hoge snelheidslijn. Dat is toch een veiligheidsissue dan? Een groot probleem? Ja. Okay. Dan gaan wij kijken wat wij willen u natuurlijk niet overvragen, maar we willen wel weten wat u vanuit uw deskundigheid vindt. Dus vandaar ook dat we even wat dieper hierop gingen, omdat dit natuurlijk een belangrijk iets is. Hoe werd nou besloten om de Vira uit dienst te nemen? Wanneer gebeurde dat? Op het moment dat ik op de 17e een trein met vergelijkbare schade, dat was een trein die in Brussel geparkeerd stond in afwachting van een transport terug naar de Watergraafsmeer.
Toen ik zag dat daar ook schade aan de onderzijde was. Toen heb ik contact opgenomen met de directeur van Netrain. En gezegd van nou, volgens mij moeten we nu een time-out nemen. De treinen uit de dienstregeling stoppen. En eerst zorgen dat er grondig onderzoek naar, naar dit veiligheidsincident gedaan wordt. In de volle breedte. Dat? Dat was de 17e ochtends, heel vroeg. Ja. Ik was geloof ik om 7:00 in de werkplaats. En ik werd er toen bijgehaald. Dat was de trein die de avond daarvoor vanuit Brussel zonder passagiers met aangepaste snelheid voor een schouwing naar de Watergaasmeer ging. Mm-hmm. En dat was de trein die ook als eerste, maar dan in de andere rijrichting, over de sneeuw gereden was. Dat was mijn aanleiding om te zeggen van we hebben hier een probleem en we moeten nu de dienstregeling stoppen. En toen is ook geadviseerd, neem direct contact op met de operationeel directeur van HSA. Ik heb toen de heer Jansen gebeld en hem het voorgehouden. En ook NSFC geïnformeerd. En we waren het heel snel met elkaar eens dat dit een directe aanleiding was om alle eerst een time-out te nemen. En nog even om dat goed feitelijk vast te stellen. Zijn er nou nog treinen, Vira-treinen met mensen aan boord? Hebben die nou ook gereden zeg maar na de 15e? He, dus nadat het moment dat het werd ontdekt dat er een aftekrooster ontbrak, zijn er toen nog treinen met mensen over de HSL Wat wij na de 15e gedaan hebben, wat ik al zei, is eerst alle treinen zonder reizigers voor een schouwing naar de Watergaasmeer. Een grondige schouwing voor de onderzijde van de treinen gedaan. Dat alles goed en vast zat en niet beschadigd was. Op het moment dat het geval was, zijn er nog een paar treinen op de 16e ingezet in de reizigersdienst. Met een aangepaste snelheid, maar dat waren treinen waar de onderzijde niet van beschadigd was en de condities op de infra waren dat de sneeuw al van de infra was. Maar die plaat lag nog ergens. Die was nog niet gevonden, de 16e. Hij lag niet in de directe nabijheid van die infra, want dan hadden we dat helaas al gemerkt. Ja, ik probeer, het aftekroos is gevonden in België, dus hij lag in België. Maar mijn vraag was, de 16e worden er dus wel, gaat er een Vira-trein met mensen, misschien aangepaste snelheid, waarvan ook achteraf bleek dat die maximale snelheid niet overal echt, dat mensen zich daar, de machinisten zich niet daaraan gehouden hebben, of in ieder geval niet wisten op Belgisch grondgebied. Volgens mij gold dat voor de 15e. Ja, de 16e en de 18e is toch een snelheidsadvies gegeven? Ja, sowieso is er vanaf de 15e. En u zegt de 16e hebben de machinisten wel zich gehouden aan de snelheidsbeperking. Ja, ik heb die informatie niet paraat, want dat is iets maar wat... Maar u gaf net aan de 16e wel. Mijn veronderstelling was dat de snelheidsadvies op de 15e al afgegeven is. Toen die plaat gevonden werd, de 18e, waar lag die plaat toen? In België. Maar waar? Tussen op het spoor, naast het spoor? Naast het spoor. En waar ongeveer, als je een spoor hebt? Weet ik niet. In ieder geval, dichtbij de rails? Nee, volgens mij een paar meter ervan af, want bij de eerste schouwing is hij over het hoofd gezien. Maar met de aanzuigende werking en de dynamiek, was dat wel een veiligheidsissue? Ja, als ik zou weten waar hij precies had gelegen, dan kan die conclusie getrokken die vraag kunnen beantwoorden. Maar het is in ieder geval zo wat we met elkaar vaststellen. De 15e ontdekt u dat er een aftekrooster ontbreekt. Vervolgens doet u een melding voor een schouw. We weten dat de 18e in België die plaat gevonden is. Waar ongeveer, weet u niet helemaal exact. Maar dat daar een groot veiligheidsissue is. Laat ik zo zeggen, er staat een hectometerpaaltje in de rapporten. Dus dat is, ik heb dat hectometernummer niet onthouden. Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar het is in ieder geval zo dat na de 15e er nog 4 treinen zijn geweest met mensen aan boord die toegereden hebben. En u weet niet meer exact hoe dat nou komt dat het een paar dagen duurde voordat het afdekrooster gevonden werd. U zegt, daarvoor moet je met de operator praten. Ja, vooral omdat ik niet met zekerheid kan zeggen welke actie er richting de machinisten ook gedaan is met betrekking tot het sowieso kijken of de baan vrij is. Ja. Want op het moment dat de eerste machinist die over het baanvak gaat op die manier al gekeken heeft en ziet dat het baanvak vrij is, dan heb je dus niet dat risico. Maar dat weet ik dus nu niet. Ja. Helder, ik geef het woord aan mevrouw Van Torburg.
Ja, want u zegt, de commissie moet weten zelfs bij welke hectometerpaal de plaat is gevonden. Maar dat impliceert dus ook dat het niet ergens in het bos was. Het lag op de L4, de Belgische hogesnelheidslijn. Ja. Oké, okay, dat we dat wel met elkaar vaststellen. En door. De trein die het aftekrooster verloor, reed 250 km per uur. Was dat nou verantwoord? Kijkend naar de sneeuw, de betrouwbaarheidsproblemen. Ook het handboek van de machinisten zegt op het moment dat er sprake is van sneeuw of ijsblokken tijdens de rit, dat je eigenlijk je snelheid naar 220 moet verlagen. Ja, u heeft het nu over voorschriften die vooral bestuurd worden vanuit de operator. Ja. Dat is niet mijn tak van sport. Het enige wat ik weet is dat er vanuit onderhoudsvoorschrift en de voorschriften die ik gezien heb voor de operator geen snelheidsbeperkingen stond. En de eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat als die er niet in staat en ik kijk naar de omstandigheden, ja, en je rijdt 250. Ik heb, om een goed beeld te hebben van wat er gebeurt, heb ik ook een talies de werkplaats binnengehaald. Om me juist te overtuigen van, hebben we nu te maken met een ongewenste, van ja, een hele bijzondere situatie. Ik zag geen enkele schade onder die talies. ICA's die met de snelheid gereden, geen enkele schade. Ja, dus zat een duidelijk verschil. Mijn veronderstelling was erop gebaseerd. Je koopt een trein die bestand is tegen het rijden onder deze windsomstandigheden. De omstandigheden die zich voordeden waren niet dermate extreem dat een aanleiding was tot een snelheidsreductie vanuit de infrabeheerder. De treinen die daar met een hoge snelheid overheen gereden zijn, hebben geen schade gehad. Anders dan de VT50 die er overheen gereden is. Dus, ja, dus daarmee zegt u, het lag eigenlijk aan de Vira. Die kreeg problemen tijdens het rijden in de sneeuw. En u zag bij andere treinen niet dergelijke schade. Klopt. Nog even terug naar die 15e. U doet een melding voor een schouw. Doet u dat direct bij de operator, bij HSA? Die stond naast me. Die stond, dus die was meteen direct op de hoogte en ja, er is direct op zo'n moment contact met de operator. Omdat, kijk, wij bieden materieel aan, zodat de operator haar verantwoordelijkheid kan nemen. En op het moment dat iets dergelijks zich voordoet, dan heb je gewoon direct contact. Ja. U adviseerde HSA en NSFSC op 14 januari 2013, één dag voor het incident, om geen treinen meer over te nemen. Klopt. Waarom was dat? Dat heeft een relatie met waar we het eerder in het verhoor over gehad hebben. Er ligt een hoeveelheid werk wat je moet verzetten per trein. En die was veel meer als dat je vanuit het instandhoudingsregime mocht verwachten. Het was wel wat we wisten, maar ik wilde voorkomen dat wij meer treinen met hetzelfde aantal gebreken in onderhoud moesten nemen. Daarnaast had ik zoiets van, ja, potverdikke, wanneer komt er nu eens een keer een structurele verbetering? Je kunt wel treinen af blijven laten nemen. Dan lijkt het net alsof we het gaan accepteren. Dus ik wilde ook voorkomen dat er met het afnemen van treinen de suggestie gewekt werd dat de dienstregeling ook uitgebreid kon worden. Want wij konden op een bepaald moment niet nog meer treinen. Niet meer aan. Met zoveel extra werk op een verantwoorde manier aan. Ja, dus het was ook een soort waarschuwing van doe het niet, want wij kunnen het onderhoud niet meer aan. We hebben dingen gesignaleerd die te veel zijn. Want ik heb even, als ik kijk naar uw rapport, dan zegt u, gaat het over de verbetermaatregelen van de scheurvorming in aluminium, bij de vijzelpunten, deurpartijen, losgeraakte dakstrippen. U zegt, tijdens eerste inspecties door Netrain uitgevoerd naar overdracht van materieel is regelmatig vastgesteld dat bevestigingsmiddelen ontbraken of niet conform specificaties waren vastgesteld. Dit was ook van toepassing voor de bevestiging van de onderplaten. En wat u ook aangeeft is van, je moet eigenlijk een productcontrole gaan doen bij iedere trein. Ja, was mijn mening. Ja, en u zegt ook nog, het zijn veiligheidsgerelateerde issues. Ja, het zijn veiligheidsgerelateerde issues. En met veiligheidsgerelateerd bedoelden we in dit geval dat zich een veiligheidsrisico kan voordoen op het moment dat je geen maatregelen treft. Dat heeft niet geleid tot een veiligheidsincident, omdat we maatregelen treffen. Alleen, je moet eigenlijk structureel voorkomen dat zich herhaalt. Dus we hebben elke keer workarounds bedacht om die risico's te ondervangen. Om die op te lossen, totdat u zei, het wordt eigenlijk ons te veel. Nou, om ook te voorkomen
dat op een gegeven moment als geaccepteerd gezien zou worden. Ik had zoiets van, het kan niet waar zijn dat je op een gegeven moment met een vloot van 19 treinen, hooguit een dienstregeling van 8, 9 treinen, want het wordt chaos. Ja. Want je hebt dan 19 keer 200 meter trein die je continu moet uitwisselen. Dat spel kun je nog spelen voor een dienstregeling van 10 slagen. Maar dat moet je niet betrouwbaar willen doen voor veel meer slagen. Toch waren er bij het voortijdig overnemen van de treinen, we hebben het met elkaar daarover gehad, de APTO-constructie, waren er ook grote lijsten met punten. Ja. Dat was voor u toen nog geen reden om te zeggen van nou, ik adviseer om het niet te doen. Klopt, maar volgens mij heb ik ook gezegd dat dat een relatie heeft met de noodzaak om ervaring op te kunnen doen. De noodzaak om te kunnen rijden. En het inzicht wat we hadden, wat die extra inspanningen voor de onderhoudsorganisatie met zich meebracht. Ja. En dat konden we bemannen. Nu is het wel zo dat op 11 januari 2013 schrijft de heer De Leeuw aan Ansaldo de Breda het verzoek om meer treinen over te nemen. 2 nieuwe treinen. En ook eigenlijk op de manier zoals in de koopovereenkomst is afgesproken. Dus het gewone overnemen, niet APTO, maar het gewoon overnemen. En dat ook de overige treinen geleverd worden. Was u op de hoogte van dat bericht? Want u stuurt eigenlijk een paar dagen daarna een brief, doe het niet. Wij kunnen niet aan als Netveen. Nee, ik was absoluut niet op de hoogte daarvan. En wat vindt u daar dan van? Het moment dat eigenlijk een paar dagen... Het mag duidelijk zijn dat als ik het zou weten, zou ik zeggen van nou, volgens mij moeten we het niet doen. Ja. En ook op die toon? Nou, misschien zou ik het nog iets stelliger gezegd hebben. Ja. op een gegeven moment is die brief uit op de 11e. Merkte u op dat moment dat Ansaldo Breda anders omging? Dus omging... echt niet van op de hoogte dat op de 11e een brief uit was. Snap ik. Op het moment dat ik op de 14e dit thema de discussie neem. Maar nog even terug te gaan naar die 11e en die periode. U wist niet dat er een brief was, maar hoe was nou de bereidwilligheid van Ansaldo Breda om de problemen op te lossen? Ik had persoonlijk het gevoel dat ik in de steek gelaten werd door Ansaldo. Ik had echt alle vertrouwen in de bereidwilligheid die ik in Amsterdam aantrof. Alleen het maar uitblijven van structurele verbetering, daar werd ik echt gewoon een beetje moe van. U voelde zich in de steek gelaten? Me een beetje in de, ja, want ik had echt het idee van, we kunnen hier een succes van maken. Waarom pak je nou die structurele verbeteringen niet op? Je ziet toch ook welke ongelooflijke ongemakken dat voor je eigen organisatie in Amsterdam, die alleen maar groter en groter werd, die alleen maar meer inspanning vroeg. Ik begreep dat niet. En dus ook de aard van de oplossingen waar ze mee kwamen, waren dus ook onbevredigend? Ja, laat ik zo zeggen, een oplossing die op de problemen die er waren, die moest grondig gedocumenteerd worden. Dat betekent dat je documentatie moet hebben, je moet achtergrondinformatie hebben van wat we dan een root cause analyse noemen. Je moet op een gegeven moment overtuigen dat het probleem verholpen wordt met oplossing. Dat is ook nodig om op een gegeven moment weer toelating te krijgen voor een aanpassing in je ontwerp. Ja. Het uitblijven van een goed onderzoek, het uitblijven van een goed alternatief, dat heeft me wel gefrustreerd. Ik geef het woord even aan mevrouw Vos. Ja, nog even over het verschil. Mevrouw Bergkamp vroeg net, hè? Dus u adviseert op 14 januari, koop niet meer. Op 11 januari zegt de heer De Leeuw, koop meer. Merkt u nou verschil in de bereidwilligheid om u te ondersteunen bij Ansaldo Breda vanaf dat moment? Tussen de 11e en de 14e? Nee, werd het minder, zeg maar. Op een gegeven moment werd het dus meer treinen. Werd het minder, zeg maar, toen op een gegeven moment die treinen weer werden overgenomen vanaf dat moment? Of had u, wat u net zei, Nee, luister, ik heb gewoon geen verbetering bespeurd. Nee. En elke keer had ik het vermoeden, het moet toch in aller belang zijn dat die verbetering er wel komt. Dus ik heb het gewoon niet bespeurd. Ik heb geen verslechtering, ik heb geen verbetering. Terwijl ik rekende op een verbetering. Maar dat was ook mijn uitgangspunt. Ja. Van start je op een bepaalde manier? Ja, je start op een bepaalde manier. Omdat er toezeggingen zijn gedaan op basis van de discussies die er tussen NSFC en Ansaldo gedaan zijn. Dat Ansaldo daadwerkelijk er werk van ging maken. Maar u zei net al, mijn verwachtingen waren laag. Maar op een gegeven moment merkt u dus dat die verwachtingen misschien zelfs te hoog waren, die lage verwachtingen? Nee, de lage verwachtingen kon ik nog steeds managen. Die kon u managen, maar op een gegeven moment de steun die u van Ansaldo Breda kreeg, daar was u gefrustreerd over? Nou, laat ik zo zeggen, de relatie die er is tussen meer treinen afnemen met een acceptabele workload, vereist gewoon dat structurele problemen eerst opgelost moeten worden. Want anders wordt het alleen maar een opstapeling van nog meer werk. En je kon wel niet meer treinen, maar dan moest je zorgen dat er structureel minder werk per trein was. Ja. En die oplossingen die kwamen maar niet vanuit de loodgieters,
Moet hier, ja. Als Haldenbreda. Oké, helder. Ik geef het woord weer aan mevrouw Bergkamp. Ja, dus dat lijkt mij een hele moeilijke periode. Want u komt uit een periode december waarin met man en macht werd gewerkt om nou ja, de ballen in de lucht te houden. Vervolgens ontstaan er meer problemen, meer ervaringen. Een fabrikant die niet echt komt met oplossingen die structureel zijn. Heeft u het ook kenbaar gemaakt bijvoorbeeld bij een NS-directie of een HSA van jongens, even los van de brief? We hadden zeker ten tijde van de dienstregeling Amsterdam-Brussel hadden we wekelijks strategisch overleg. Dat was het gremium waar de directie, voorzitter van HSA, NSFC en Netrain vertegenwoordigd waren, inclusief de projectleiders van NSFC, HSA en ik was daarbij. En daarin werd dit soort informatie gedeeld. Okay. En wat deed dit nou met uw mensen? Hoe was de stemming? December, januari? Om daar ook een beetje een beeld van te krijgen hoe zoiets dan in de praktijk gaat. Nou, in de praktijk had ik te maken en ik moet zeggen, een mens kan heel lang heel veel energie ergens insteken. En dat is absoluut in Amsterdam ook gebleken. Want de wil om er een succes van te maken, de inzet die dat vroeg van iedereen, van hoog tot laag. Iedereen ging vol voor zorgen dat we niet denken in problemen waarom het niet gaat. Maar vooral, wat moeten we doen om op een verantwoorde wijze het wel voor elkaar te krijgen? Dus ja, ik moet zeggen, het is gewoon des te jammer dat het uiteindelijk gestopt is. Ja. Juist omdat iedereen zoiets had van, we hebben een mooie werkplaats gebouwd. We gaan hoge snelheidsvervoer over de HSL doen. Iedereen die ook maar een rol had, en het maakte niet uit of je nou bij NSFC werkte, HSA of bij Netrain, was trots dat ze in dit proces een bijdrage kon leveren. Ja. Dus zeker in die periode ging iedereen er vol voor. Ja. Maar ook dus veel teleurstelling en ook misschien zelfs frustratie? Nou, de teleurstelling op zijn minst, ja. Op een gegeven moment wilde mevrouw Vos iets zeggen en dan geef ik nu even het woord. Nog heel kort even, daar zat ik net ook al te denken, hè, over de frustratie bij uw mensen. Toen u bezig was met al die voorbereidende werkzaamheden, zag men uit naar het onderhoud van een hoge snelheidstrein? Is toch anders dan de NS-treinen die je normaal onderhoudt? Ja, natuurlijk. Het is gewoon gaaf om te mogen werken aan een prestigieus project, een trein, in een werkplaats die speciaal ontwikkeld is om hoge snelheidstreinen te kunnen onderhouden. Iets wat veel aandacht krijgt, ja, dat vindt iedereen prachtig. En dan deze domper. Ja. Mevrouw Berg. Ja, op een gegeven moment, u begon daar zelf net over, hè, echt het stopzetten en even een bruggetje naar het onderwerp dat de taskforce van de NS heeft op een gegeven moment een onderzoek uitgevoerd, een zogenaamde stofkamanalyse. Ja. Dus de indruk die wij daarbij hebben is dat je dan echt heel goed met een soort vergrootglas gaat kijken wat er allemaal aan de hand is. En uit die stofkamanalyse kwam er ook een lijst met wat er nou markeerde aan de trein. Nou, we hebben ook gesproken met de heren Jonkers en De Leeuw. En die verklaarden dat veel van die problemen, en met name de heer Jonkers zei dat, heel veel van die problemen waren eigenlijk al bekend. En zelfs als we het hebben over de heer Jonkers, al in de fabriek. De heer De Leeuw gaf ook aan dat zeker een aantal van die problemen, dat bekende problemen waren. Dat er ook een aantal nieuwe problemen waren. U heeft die lijsten allemaal gezien. Wat was nou de verhouding tussen het aantal problemen die bekend waren en het aantal nieuwe problemen? Ja, ik weet niet of ik een goede verhouding daarin kan geven. Wat mij in ieder geval opviel, en daar was ik op zich ook wel heel erg blij mee, is dat de taak van de taskforce was, ga niet uit van wat je mag verwachten, maar stel alles ter discussie. Dus die is die trein letterlijk gaan uitkleden op punten waar je als onderhouder niet eens normaal gesproken de trein aanraakt, omdat dat helemaal geen onderhouds- of inspectietaak behoeft. Ja, maar daarom ook even. Dus voor mij was het des te zorgwekkender dat de taskforce constateerde dat op die plekken ook veel bevestigingen niet goed waren, dat aansluitingen anders waren dan dat je mocht verwachten. Maar dat zijn punten, meneer Liefding, die ook al eerder waren gesignaleerd. Klopt. Ik denk alleen dat het verschil tussen wat er gesignaleerd is tijdens de steekproeven van de keurders van NSFC en de grondige analyse die door de taskforce gedaan is, dat die heel grondig was,
En bij wijze van spreken voor alle systemen. Dus ja, meneer Lifting, ik ga even onderbreken. Ja. Ik snap inderdaad dat die taskforce heel nauwkeurig heeft gekeken. Maar mijn vraag was, er waren tijdens de voortijdige overname... waren er ook uitgebreide lijsten met openstaande punten. Mijn vraag was, wat is nou de verhouding tussen het aantal nieuwe punten wat ontdekt werd? En u bent in het hele proces betrokken geweest. Ten opzichte van de bekende problemen, bekend en nieuw. Ik denk dat, en nogmaals... Ongeveer. Ik durf het niet precies zeggen, maar ik denk dat de geconstateerde problemen op veel meer plekken nog door de taskforce gevonden zijn. Dus ik denk dat het aantal punten in aantal veel hoger was bij de taskforce, maar de aard van de punten hetzelfde was als wat er ook al gesignaleerd is door de keurders. Dat geeft u heel helder aan. U zegt het waren dezelfde punten qua aard, maar ze kwamen op veel meer plaatsen voor. Waren het nou ook punten waarvan u zei dat zijn hele ernstige punten? Of ging het meer om het feit dat het een optelsom van zoveel punten waren? Ja, het is sowieso de optelsom van heel veel punten. En als ik de lijst scan, en met mij hebben heel veel mensen dat gedaan, dan zou je eigenlijk kunnen zeggen van het ontwerp is intrinsiek een veilig ontwerp. De afwerking en de bouwkwaliteit was onvoldoende. En dat zou met de geconstateerde afwijkingen tijdens de stofkamactie, zou dat op termijn in ieder geval tot onveilige of onbetrouwbare situaties kunnen leiden. Maar dat is dan op termijn. Dus op de korte termijn zou je dat nog niet merken. Maar op lange termijn ga je gewoon hinder krijgen van dingen die niet goed vastzitten. Maar waren het ook showstoppers? Dus met andere woorden, er zijn verschillende onderzoeken geweest waaruit blijkt dat... als we de rapporten lezen dat er een retrofit nodig is, een aanpassing van 17 à 22 maanden. Ja. Betekent dat ook dat het ook echt een showstopper was? Dus dat eerst die zaken aangepast moesten worden en dat je dan pas met die float weer kon gaan rijden? Ik vond die gedachte, daar stond ik wel achter. Ja. Vooral omdat je eigenlijk keer op keer negatief verrast bent in een proces. En je wilt je dan niet nog een keer laten verrassen. Dus dan zou ik ook insteken op, en nu ga je het grondig aanpakken. Want anders moet je elke keer weer een trein eruit halen voor een deel. Maak er dan maar één programma van waarin je eigenlijk alle punten zoveel als mogelijk in één keer verwerkt. En we hadden het, u zei net ook iets over het ontwerp. Het ontwerp, zegt u, was op zich goed. Toch werd er een advies gegeven om te kijken naar die onder- en zijbeplating, om die te versterken. Als we het NS-rapport lezen. Ja. En over de laagspanning die herontworpen moest worden. Dat zijn toch twee ontwerpaanpassingen die vervolgens nodig zijn. Ja, zoals er ook heel veel punten al op de structurele verbeterlijst stonden. Het woord is hier nog niet gebezigd, maar wat bij u bekend is als de TOI-lijst. Daar stonden natuurlijk al ontzettend veel punten op die we onderkend hadden. Die met de technische systemen te maken hadden, die veranderd moesten worden. Dus als we gingen retrofitten of als Ansaldo de treinen zou moeten retrofitten, zouden die punten ook allemaal meegenomen moeten worden om tot een totaalplan te komen. Ja. Het is op zich ook wel, we hebben meerdere verhoren gehad en veel mensen hebben ook tijdens die verhoren aangegeven wat de problemen waren. Vervolgens komt er een stofkamanalyse die zegt diezelfde problemen zijn er, maar op meerdere plekken. Dat is toch heel triest als je kijkt naar zo'n hele keten waar heel veel mensen aan gewerkt hebben, waar heel veel mensen naar gekeken hebben. Het lijkt net alsof al die problemen zijn doorgegeven en niet zeg maar structureel zijn opgelost of... tot een structurele aanpassing hebben geleid en dat zo'n stofkamanalyse voor nodig is om te zeggen, nou, dat wat we al dachten, zit nu in meerdere treinen en komt vaker voor. En nu is de vraag of ik dat beaam? Ja, nee, u bent in het hele proces zeg maar ook betrokken geweest. Hè. U bent zelfs in de fabrieken geweest, waarin u, dat was de start van ons verhoor, waarin u dingen gesignaleerd heeft. U hebt het gehad over voortijdig overnemen. Dus deelt u... wat ik u schetste van dat het erop lijkt alsof er problemen vaak zijn gesignaleerd, maar niet structureel zijn opgelost. Ja, helaas kom ik tot dezelfde conclusie, want anders heb je niet zo lang een hele grote waslijst aan structurele punten. We hadden inzicht in op een gegeven moment meer dan 200 structurele punten die nog verbeterd moesten worden, waarvan we al veel eerder de verwachting hadden dat die weggewerkt werden. Dus ja. Ja, waarom ik dat ook vraag, vind ik belangrijk dat we luisteren heel goed. U antwoordt ook heel zorgvuldig, dus we willen u ook goed begrijpen. En daarom schetsen we soms wat situaties om te kijken van of u dat herkent.
En u zegt van nou, het waren grote lijsten en het zou goed zijn geweest om voortijdig die structurele oplossing te kunnen vinden. Voortijdig of conform de afspraak die steeds gemaakt is met Ansaldo tijdens het proces, zolang die verbeteringen in ieder geval, of zolang die tekortkomingen, maar niet een veilige inzet in gevaar brachten. En dat was de reden dat we tekortkomingen accepteerden. En misschien hebben we te lang dingen geaccepteerd die maar niet verholpen werden. Beantwoordt u zelf eens die vraag? Ik vind dat dat te lang geduurd heeft. En waar zaten er nou ook veiligheidsproblemen in? Want we hebben het gehad over een aantal afwerkkwaliteit, bouwkwaliteit. Maar zaten er ook echt veiligheidsissues in? Nee, als er veiligheidsissues in zaten die ik niet op een andere manier kon ondervangen, zodat een veilige inzet mogelijk was, had ik nooit een terrein vrijgegeven voor de dienst. Nooit. Nou, ik heb het even over die stofkampanalyse, wat daaruit kwam. Stonden daar ook veiligheidsissues in? Nee, de opmerking die daarin gemaakt is, is dat de tekortkomingen die daar gesignaleerd werden, die zouden op termijn, op middellange termijn, tot veiligheidsrisico's kunnen leiden. Ja. Dus dat betekent dat de status waarin de treinen overgedragen waren, op dat moment niet tot een onveilige situatie hebben geleid. En had die laagspanning accu's, hè? Ja. Daar hebben we het eigenlijk over. Als je nou niet dat zou aanpassen, zou er dan een veiligheidsrisico zijn? Ja, dat hangt er een klein beetje vanaf hoe de trein op een gegeven moment ingezet wordt. We hebben te maken gehad met problemen met de batterijen, wellicht bekend. En dat had ook mee te maken dat de trein eigenlijk niet ingezet werd waarvoor die bedoeld werd. En dat klinkt misschien gek, maar soms gaan dingen stuk omdat je het gebruikt en soms gaan dingen stuk omdat je het niet gebruikt. Ja. En bij de batterijen hadden we vooral een probleem dat ze stuk gingen omdat ze te lang niet gebruikt werden, waardoor een risico van droogkoken van batterijen kon ontstaan. Helder. De taskforce concludeert ook dat de onderhoudbaarheid van de trein tekortschiet, waardoor ook de onderhoudskosten hoger uitvallen. Hoe verklaart u nou dat dat zo laat wordt gesignaleerd? Dat je een stofkamanalyse nodig hebt om dit soort zaken vast te stellen? Nou, volgens mij is dat niet laat gesignaleerd. Volgens mij had de stofkam al de wetenschap dat ik in de periode van mei tot en met januari de trein heb onderhouden en dat er veel meer inspanning nodig was om de trein aan de verwachting te voldoen. Ja, dus het was een conclusie. Ga je hem niet verbeteren, is het logisch dat het allemaal veel duurder uitpakt. Want je moet twee keer zoveel inspanning plegen. Ja. Dus het was eigenlijk, meneer Liefting, een conclusie gebaseerd op de ervaring die u had en de signalen die u had afgegeven vanuit de praktijk. En wat je uit ervaring hebt. En op basis van wat je constateert tijdens een stofkam en de conclusies die je daarvoor onderhoud uit kunt trekken. Dus u zegt eigenlijk, daarvoor wist men eigenlijk al de onderhoudskosten, voordat de stofkamanalyse was uitgevoerd, was al bekend dat de onderhoudskosten hoger zouden zijn? Tijdelijk. Want normaal gesproken ga je ervan uit dat al die extra werkzaamheden, op het moment dat de structurele verbeteringen doorgevoerd worden, in ieder geval weer naar het contractuele afgesproken niveau teruggaan. U gaf net al aan dat het technisch mogelijk zou zijn om de Vira weer te laten rijden. Wat was daarvoor nodig? Heel veel inspanning. Heel veel bereidheid van Ansaldo om te investeren in oplossingen. Die oplossingen ook zo goed mogelijk door te voeren. Veel doorlooptijd. En veel geld. Ja, maar wel mogelijk, technisch. Ik denk dat technisch bijna elk probleem oplosbaar is. Maar het is altijd een afweging van wat zijn de condities om dat mogelijk te maken? En dan heb je toch weer over die elementen van hoeveel jaren duurt het voordat een trein dan in acceptabele status is? En hoeveel kost dat? Ja. En ja, ik zou bijna zeggen alles is maakbaar. Maar je gaat niet alles maken omdat het altijd een afweging is van meerdere elementen. Vervolgens wordt ook echt besloten door de NS-directie om te stoppen. Hoe beoordeelt u dat besluit? Ik kan er alleen naar kijken voor dat deel waar ik zicht op heb. Ik was per definitie natuurlijk hartstikke teleurgesteld. Want ik vind het jammer dat ik had er zelf ruim 8 jaar energie in gestoken. En met mij heel veel mensen. En we wilden het tot een succes maken. En als je de stekker eruit haalt, dan denk je van verdubben, waar hebben we dat voor gedaan? Maar ik begreep het wel. Want ik had wel zoiets van, we hebben heel lang moeten doen met toezeggingen van verbeteringen. En één ding wat voor mij heel erg gespeeld heeft, als je echt die trein wilt verbeteren als leverancier om te bewijzen dat je het kunt, dan pak je je kans in januari om een paar speerpunten eruit te halen. Je zet mannenmacht erop
En je gaat bewijzen dat je het kunt. En het feit dat dat niet opgepakt is, dacht ik bij mezelf van ja, dan krijgen we direct als het tegen zit weer een toezegging dat ze alles gaan oplossen. Maar wat komt van die toezegging? Dus ik kan het. Ik was er niet blij mee. Hij had er wel begrip voor. Maar ik snap absoluut besluit. En gaf nou de doorslag dat er gewoon geen vertrouwen meer was in Ansel de Breda om de problemen op te lossen? Ik weet niet wat de doorslag gaf. Ik weet welke consequenties er aan verbonden waren om die trein weer in een bepaalde staat te krijgen. Maar u gaf aan... Het is een afweging van wat is het alternatief, wat zijn de doorlooptijden en daar had ik geen zicht op. Dus als u mij vraagt van was het een goede keus? Ik snap dat de keuze gemaakt is, kijkend naar de V250, het trein als product. Maar niet de afweging is de totale complexiteit. Nou, ik vroeg net aan u van inderdaad, hoe beoordeelt u dat besluit? En toen gaf u ook aan van dat je mag verwachten dat een aantal problemen worden opgelost. Ja. Dus vanuit uw perspectief zou de trein technisch aangepast kunnen worden. Maar u had wel vraagtekens of Ansel de Breda de fabrikant zou zijn geweest om die problemen structureel op te lossen. En je moet je afvragen of bij zo'n retrofit en de jaren die dat kost om dat voor elkaar te krijgen, of die opwegen tegen de alternatieven. Want je staat op dat moment natuurlijk wel voor een veel bredere keus dan dat stukje waar ik dan zicht op heb. Ja. Geef het woord aan mevrouw Vos. Ja, meneer Liefting, zou nou een aantal van de problemen die we hier besproken hebben voorkomen hebben kunnen worden als Netrain intensiever was betrokken geweest bij de bouw? Het toezicht op de bouw? Ja. Ik denk niet alle, maar ik denk op zich dat er een aantal zaken zeker eerder aan de orde zijn gekomen, zouden zijn gekomen. Ja. Doe me wat dat betreft ook deugd. Ik heb op dit moment een vergelijkbare functie voor de voorbereiding van het onderhoud van de nieuwe sprinters die NS heeft aangeschaft. En op dit moment, terwijl ik hier zit, zijn een aantal van mijn engineers op dit moment het ontwerp vanuit onderhoudbaarheid aan het testen in Spanje. En dat is een absolute verbetering ten opzichte van de insteek die we vroeger hadden. Dus ja, door veel eerder de ervaringen van een onderhouder te betrekken, kun je in een aantal gevallen leren van de ontwerpfouten uit het verleden en voorkomen dat die in nieuwe treinen meegenomen worden. En ook de samenwerking. Ja, natuurlijk zijn elementen die anders kunnen. Ja. En dat is wel een les die getrokken is. Naar aanleiding van, okay. Ja, daar ben ik wel erg blij mee. Ja. En we hoorden ook al eerder dat de treinen allemaal verschillend in elkaar waren gezet. Is het nou een probleem voor de inzet of is het vooral een probleem voor de onderhoudbaarheid van een trein? Het kan een probleem worden voor de onderhoudbaarheid. Er even uitgaande dat bij de inzet van een trein het knopje voor een deur te openen, een deur te sluiten en de sleutel om dat te regelen. En de bediening in de cabine sowieso overal hetzelfde is. Voor de onderhouder kan het van invloed zijn op het moment dat je verwacht dat je met bepaalde handelingen een filter kunt vervangen. En je merkt dat bij de ene trein er nog een leidingje voorloopt, waardoor je net wat meer werk moet doen om dat te kunnen doen. En misschien zelfs dingen extra moet demonteren, waardoor je eigenlijk meer doorlooptijd en inspanning nodig hebt. Ja. Dus het zit vooral aan de onderhouderskant. Ja. Ja. En inzet, dus meer, het is meer een probleem voor het onderhoud dan voor de inzet, dat die treinen anders in elkaar zijn geschroefd. En u zei net nog dat het onderhoud tijdelijk hoger zou zijn. Maar verwacht u dus geen structureel hogere onderhoudsproblemen, stel dat ze die V250 toch nog hadden behouden? Dat hangt er vanaf wat je als referentie ziet. Ik had een inschatting voor de te verwachten onderhoudskosten gemaakt. En die hadden we ook met de vervoerder gedeeld. Ja. En dat was op dat moment het idee wat ik had waar het voor gedaan kon worden. Ja. Helder. En dan... En mijn laatste vraag. We hebben nou veel organisatieonderdelen van de NS hier op bezoek gehad bij deze verhoren. Naar uw idee van wat u heeft gezien, welk organisatieonderdeel van de NS heeft nou wel adequaat gereageerd op de problemen die geconstateerd werden? Ik denk dat elk bedrijfsonderdeel vanuit haar verantwoordelijkheid adequaat gereageerd heeft. Ik denk alleen niet dat elke actie tot gewenste resultaat geleid heeft. Maar ik denk dat iedereen in het proces, op het moment dat wij iets constateerden, maar het was een contractitem en NSFC moest het meenemen in haar discussie met Ansel de Breda, dan gebeurde dat. Het heeft niet altijd geleid tot het gewenste resultaat. Dus mijn zorg zit meer in het resultaat dan dat de rollen gerespecteerd werden. Dus de rollen van ieder werden gerespecteerd. Al die organisatieonderdelen deden wat ze moesten doen. Maar ergens tussen in de aansluiting, de raakvlakken tussen de organisatieonderdelen, moet het misgegaan zijn. Is dat wat u zegt?
Nee, volgens mij zei ik dat niet. Ik zei dat, dat op het moment dat je iets doorgeeft en iets wordt besproken, in dit geval met Ansaldo, dan is het resultaat, wat doet Ansaldo er uiteindelijk mee? En dat resultaat viel tegen. Dus u zegt alle organisatieonderdelen van NS, NSFNC, HASA, Netrain, NS Reizigers, de top, die hebben op zich al hun werk goed gedaan, maar Ansaldo Breda uiteindelijk is... Nou, ik kan niet spreken over mensen met wie ik niet gesproken heb. Ik heb in mijn voortgang heb ik frequent afstemming gehad met de projectleiders van HASA en van NSFNC en de directie en de strategische overleg van NSFNC, HASA en Netrain. En daarin werden de problemen gedeeld. En daar werd een afweging gemaakt van hoe de aanvliegroute was. En vervolgens deed ieder vanuit zijn rol dan de actie die daaraan gekoppeld was. En natuurlijk heb je daar de gezonde spanning om tot de juiste besluiten te komen. En hoe verklaart u dan dat uiteindelijk zeg maar, die trein met zoveel problemen uit dienst moet worden genomen? Waar is het dan misgegaan volgens u? Vanuit uw perspectief? Vanuit mijn perspectief is het misgegaan bij het uitblijven van de structurele verbeteringen die Ansaldo moest doorvoeren aan de trein die te lang op zich hebben laten wachten. Helder. Ik geef het woord aan de heer Elias. Ja, ik had nog één feitelijke vraag, omdat ik het gewoon echt, ik snap iets niet. Okay. Dat moeten we toch niet hebben. Bij dat afvallen van die plaat, dat geconstateerd wordt op de 15 januari 2013, heeft u tijdens het veroordeel met mevrouw Bergkamp uitgelegd dat u vaststelde, of uw mensen, de hele onderzijde was beschadigd. Is onmiddellijk om een schouw gevraagd, actie richting ProRail, ook naar Intrabel. Daar was, zei u toen in het veroordeel met mevrouw Vos, iemand van de operator, zoals dat heet, van HSA, stond daarbij. Maar de 16e reden er nog treinen. Ook een Vira, die reed toen 160, heeft u verklaard. En de Thalys, die reed waarschijnlijk gewoon op volle snelheid. Nou is mijn vraag aan u, die Vira die reed 160, maar dat was niet omdat er gewaarschuwd was over die plaat. Maar dat was omdat u op de 14e had gesuggereerd, rij nou langzamer vanwege de sneeuw, toch? Nee, die snelheidsbeperking had betrekking op het weer. Althans, dat is de operator die de snelheidsbeperking heeft afgekondigd. Dus wat zijn beweegredenen volledig achter waren, daar was ik niet van. Maar, dan ben ik even uw vraag vergeten. Er reed een Vira op de 16e. Ja. Nadat op de 15e een plaat van de trein was afgevallen. En die was nog niet gevonden op de 16e. Die trein reed langzamer dan normaal, namelijk 160, op grond van uw advies dat er sneeuw lag. Advies van HASA. Advies van HASA dat er sneeuw lag. Maar had die trein niet ingezet mogen worden als gevolg van het feit dat die plaat nog niet gevonden was? Dus dat hij gewoon niet had mogen rijden, de 16e? Ik weet eerlijk gezegd niet wat er aan aanvullende opmerkingen gemaakt zijn door de operator richting het rijdend personeel, waarmee al de 15e schrap, de 16e zeker gesteld was dat de infra al zich vrije baan was. Het was voor mij in ieder geval als onderhouder vooral om te kijken van kan ik een trein vrijgeven die in ieder geval weer veilig ingezet kan worden. Dat snap ik. Maar eventueel iemand anders binnen NS of HSA had al dan niet moeten besluiten, omdat die plaat nog niet gevonden was, om die dag geen trein met reizigers over die baan te laten rijden. Ja, ik weet niet wie die afweging, die had ik misschien ook kunnen maken, misschien moeten maken, weet ik niet. Maar u heeft dat in ieder geval niet gedaan? Ik heb hem in ieder geval niet bewust op dat moment gemaakt, nee. En wie, niet de persoon, maar welke organisatie onderdeel anders binnen NS of HASA zou die afweging wel hebben moeten maken of hebben kunnen maken? Hmm.
Ja, in principe kan elke partij, dat kan de infrabeheerder, dat kan de vervoerder zijn, dat kan de onderhouder zijn. Volgens mij geldt in dat soort situaties ook dat je elkaar wijst op risico's. Dus het is niet zo dat als ik me bewust ben van een risico bij een ander, dat ik denk van nou, ik hou mijn mond. Je deelt dat ook met elkaar om ten alle tijde te voorkomen dat risico's zich manifesteren waar je weet van hebt. Okay. De feiten zijn dus dat alle onderdelen die wisten daarvan en die hebben die keuze in ieder geval niet gemaakt om te zeggen er gaat geen trein met reizigers overheen, de 16e. Ik ben me er in ieder geval niet van bewust. Meneer Liefting, we komen tot een afronding van dit verhoor. De slotvraag is aan u ook. Zijn u gedurende uw betrokkenheid nog signalen geworden van onregelmatigheden? Zijn er signalen geweest van mogelijke fraude of andere zaken die niet door de beugel zouden kunnen? Nee, absoluut niet. Okay. Dank u wel. Dan sluit ik dit verhoor en wij vervolgen de vergadering om 12:30 met het volgende verhoor.